Vandaag is het Groene Groei, met een interessant panel en wat keynotes. Misschien wel goed om even de andere onderwerpen nog even te benoemen. Hè. We zijn begonnen vorig jaar in november met de eerste, die deed Kim Putters toen onder andere, over politieke en bestuurlijke context en brede welvaart. Daar begonnen we in november mee, toen gingen we daarna naar natuur en ecologie bijvoorbeeld, met Hans Momma's en Eva Wolf. Tom Wildhagen en ik deden werken en ondernemen. Allemaal vanuit het perspectief van brede welvaart. We deden ook daarna nog in april winst tussen winst en welvaart. Hè. Hoe gaan bedrijven daar nou mee om? De bredere waarden. Zo zie je dat we allerlei perspectieven op het perspectief van brede welvaart proberen voor het voetlicht te brengen. Dat doen we vandaag dus voor Groene Groei. Dit najaar zijn er nog een aantal andere. Dus ik noem maar even op 14 november en op 3 december komen er nog twee public lectures. Er komt op de website wie dat gaat doen en wat we precies gaan doen. Maar we zijn vooral nu heel verheugd dat wij twee hele interessante keynote speakers hebben. En een heel mooi panel om daarover door te discussiëren. Barbara Baarsma begint zo met een lecture. En Barbara is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En hoofdeconoom van PricewaterhouseCoopers. Harold Benink is van onze Universiteit Tilburg. Leuk om hier te zijn in Tilburg. Dit lijkt wel een theatertje. Helemaal gezellig. Ik ga het met jullie hebben over iets waar ik mij de afgelopen jaren enorm over heb gebogen. Dat zie je namelijk de vruchten van al dat nadenken staan in twee boeken. Groene Groei en Duurzame Financiering. Ik ga beide aan elkaar koppelen. Staat hij niet aan? Oh, ja, oké. Okay. Ik ging er gewoon vanuit dat hij aanstond. Ik hoop dat jullie ongeveer wel hoorden wat ik zei. Namelijk dat ik de afgelopen jaren heel veel heb nagedacht over groene groei, maar ook over duurzame financiering. De vruchten van dat nadenkwerk die zijn in deze twee boeken terechtgekomen. Wat ik ga doen in het half uurtje of zo, wat ik heb, ja, is het hebben over groene groei. Waarom? Waarom niet? Wat zijn de redenen voor waarom we wel moeten vasthouden aan groei? En waarom moet die groei echt wel anders? En daarna, waarom lukt het nou maar niet om die economie te vergroenen? En welke rol heeft de financiële sector daarbij? Ik vooral transparantie. Ik heb ook jaren bij Rabobank gewerkt, net zoals Otto. Met verschillende petten op daar, ook als bankier. Eerst maar eens even, wat is groene groei? Wij hebben nu een minister voor klimaat en groene groei, of groene groei en klimaat. En de wijze waarop zij dat invullen, althans voor zover ik dat nu kan beoordelen op de voorstellen die ik heb gezien, is dat het eigenlijk louter en alleen gaat om klimaat. Dat zegt ook wel groene groei en klimaat. Maar groene groei is wat mij betreft veel breder. Het gaat om economische groei binnen de planetaire grenzen. En dat is veel meer dan alleen klimaat. Dat ziet u hier. Ik heb drie verschillende figuurtjes opgenomen die 9 planetaire grenzen die er zijn weergeven en aangeven ook dat in de loop van de jaren we er steeds meer al hebben overschreden. Op dit moment hebben we er 6 van de 9 overschreden. En dat is niet alleen klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om natuur, stikstof in Nederland, maar waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, chemische vervuiling. En er zijn er nog maar 3 waar we binnen de planetaire grenzen zitten. Nou, groene groei is dus groei binnen die planetaire grenzen. Voor een deel zullen we dus binnen die grenzen weer moeten komen. En dat vergt aanpassingen. Otto refereerde er net al aan. Eigenlijk heb je 3 smaken, als ik het even plat sla. Je hebt grijze groei, is gewoon wat we heel lang hebben gedaan. Gewoon traditionele economische groei. Niet nadenken of het wel of niet binnen planetaire grenzen gaat. En dan ga je dus automatisch, wat ik net liet zien, over die grenzen heen. Dan heb je degrowth, ontgroeien, postgroei, hoe je het ook wil noemen. Dat zijn mensen die overtuigd zijn, inderdaad overtuigd zijn en niet zozeer wetenschappelijk al hebben aangetoond dat economische krimp nodig is om binnen die planetaire grenzen te komen. Met economische krimp bedoel ik krimp van het BBP, het bruto binnenlands product. Daarover later meer.
En daartussenin zit groene groei. En wat je nu ziet gebeuren op dit moment, ik heb dat zelf ook aan de lijve ondervonden, is dat groene groei en postgroei, dus laten we zeggen de groene groeiers en de ontgroeiers, tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat is heel jammer. Want er is veel meer wat de groene groeiers en de postgroeiers of de ontgroeiers verbindt, dan dat er verschillen zijn onderling. Die grootste verschillen zijn er met de grijze groeiaanhangers. De van lekker doorgaan zoals we al deden. En dus ben ik er heel erg voor om samen te werken met die ontgroeiers als het gaat om te streven naar wat ons verbindt, namelijk het vergroenen van die economie. Er zijn namelijk veel meer overeenkomsten, zei ik al. En de eerste is dat zowel de ontgroeiers als de groene groeiaanhangers, en voor alle transparantie, ik ben dus een groene groeiaanhanger, die streven naar een zo duurzaam mogelijke samenleving. En dat betekent onder andere zoveel mogelijk welvaart, zou de econoom zeggen. Brede welvaart is dan wat tegenwoordig bon ton is. Een ander woord zou kunnen zijn geluk, tevredenheid met het leven of welzijn. Dat bedoelen we dus voor zoveel mogelijk mensen. Daar streven zowel ontgroeiers als groene groeiaanhangers naar. En ook de realisatie dat als je vergroent, dat betekent dat je ook ontgrijst. Dat wil zeggen, laten we even een voorbeeld nemen wat nu in Duitsland gebeurt met de auto-industrie, Volkswagen voorop. Die moeten krimpen, die redden het niet. In Nederland, bepaalde delen van de veeteeltsector, de akkerbouw, of de glastuinbouwsector of transport en logistiek, redden het niet. Dat zal moeten krimpen. Hetzelfde geldt voor de petrochemische industrie. Bepaalde delen daarvan redden het niet. Die zullen moeten krimpen. Die realisatie is er zowel bij ontgroeiers als bij groene groeiers. Verschil zit wel dat groene groeiers denken dat die krimp tijdelijk is en dat je daarvoor in de plaats andere activiteiten kunt zetten. En groei of krimp is voor beide, laat ik zeggen, voor het redelijk deel van de ontgroeiers, een middel en niet een doel op zich. Het is de uitkomst van die dingen die we doen om te vergroenen. En we zijn er, en dit bindt ons nog het meest, denk ik, die eerste en deze welke ik nu zeg, is dat heel stevig vergroeningsbeleid is nodig om te kunnen vergroenen. En daarmee bedoel ik niet het beleid dat nu bijvoorbeeld in het regeerprogramma staat of de afgelopen jaren daarin gestaan heeft. Zelfs niet het hele, best wel hele groene beleid van de Green Deal van de Europese Commissie. Nee, ik bedoel nog veel verdergaand vergroeningsbeleid. Dus echt gaan beprijzen dat wat van waarde is voor ons allemaal, maar op een marktplaats niet wordt afgerekend. Daar waar dat niet kan, daar weet jij alles van, hè, met true pricing. Daar waar dat niet lukt, stevige normen neerzetten. Zodat we echt binnen die planetaire grenzen komen. Er zijn ook verschillen tussen groene groei en ontgroeien. Het is meer ook een state of mind. Groene groeiers benadrukken, je kan wel degelijk groeien, maar dan binnen grenzen. Terwijl bij de ontgroeiers de grenzen centraal staan. Die zeggen, zijn grenzen aan de groei, stop. Dan de groene groeiers hebben, en die worden soms weggezet als technologiegelovers. Nou, dat mag best, je mag iemand best wegzetten. Maar wat daarachter zit is, als je dat groene groei, dat verduurzamingsbeleid waar ik het net over had, echt aanzet, dat hebben we dus nu nog niet. Hè. Daar zijn we nog niet eens in de buurt, maar als je echt gaat beprijzen, als je echt gaat normeren, dan is de overtuiging van de groene groeiers dat er een ongekend creatief vermogen, vergroeningspotentieel, innovatievermogen bij burgers, bedrijven, organisaties loskomt. En dat kan echt ingezet kan worden om binnen die grenzen te komen. Ontgroeiers denken dat dat niet kan. Die denken dat het echt nodig is om te krimpen om dat voor elkaar te krijgen. De ontgroeiers zeggen wel tegen de groene groeiaanhangers, ja, maar hoe weet jij nou zeker dat groene groei kan? Dan zeg ik, dat weet ik niet zeker. Maar ik weet één ding ook zeker, dat is je ook niet weet, dat krimp ons daar gaat brengen. We weten het allemaal niet zeker. Maar mijn reden om voor groene groei te zijn, om daar mij voor in te zetten, is omdat ik zeker weet, als je nu voor krimp gaat pleiten, dan verlies je het electoraat. Want zonder groei
Zal het electoraal massaal, u misschien niet, de bubbel waarin ik verkeer misschien niet, maar die is niet representatief voor het electoraat. Het electoraat zal tegen vergroening stemmen, omdat zij bang zijn daarmee nu koopkracht, nu inkomen, nu andere onderdelen van hun welzijn te verliezen. Waarom? Vaak omdat ze afhankelijk zijn van de herverdelingsmachine van de overheid. Bijvoorbeeld waaruit toegang tot zorg wordt betaald, goed onderwijs wordt betaald, modernisering van defensie wordt betaald, veiligheid op straat wordt betaald, enzovoort, enzovoort. Alles dus wat uit de schatkist mede wordt gefinancierd. En wat heel belangrijk is voor het welzijnsgevoel, voor de brede welvaart van mensen. Zonder groei is die schatkist leger. Zonder groei is er geen geld om te investeren in beter onderwijs. Is er geen geld om zorg betaalbaar te houden. En de mensen die op zo'n manier dit ervaren, die zullen daarom tegen verdere vergroening stemmen. Wat dus een vergroening onmogelijk maakt. Nou zou je kunnen zeggen, zoals sommige ontgroeiers zeggen, ja, we hebben een heel nieuw economisch systeem nodig. Het kapitalistisch systeem voldoet niet meer. Dat zou kunnen. Alleen het omgooien van het systeem kost zoveel tijd. En die hebben we niet. We moeten nu acteren. Dus ben ik pragmatisch en denk ik, laten we dan het kapitalistisch systeem aanpassen. Het BBP aanpassen. Zodat we wel binnen die bewegen naar binnen die planetaire grenzen. Oké, dan. 5 redenen waarom economische groei nodig is. Los even van dit overkoepelende verhaal wat ik vertelde. 5 waarom het niet nodig is. En daarna ga ik over naar de financiële sector. Doe dit even lekker snel. Oké? En dan gaan we er later nog over hebben. Waarom is economische groei nodig? Nou, het is voor een econoom gegeven. Als we naar de psychologie kijken, mensen hebben driften die naar groei gaan. Mensen vinden het fijner, blijkt uit onderzoek, als ze meer hebben dan vorig jaar. Dat noemen we preference drift. En meer hebben dan hun buurman, spreekwoordelijke buurman of buurvrouw, reference drift. Dat zijn diep menselijke prikkels, wellicht niet in uw bubbel, niet in de mijne, maar gemiddeld wel, daarachter zitten. Bovendien, wij vergrijzen, veel westerse samenlevingen vergrijzen. Daar komen kosten gaan daarbij komen, zoals bijvoorbeeld betalen van de AOW. Wist u dat de AOW nu al voor een heel belangrijk deel wordt betaald uit lopende belastinginkomsten, niet uit de AOW-premies. Omdat er gewoonweg te weinig werkenden zijn die premies inleggen ten opzichte van het aantal AOW-gerechtigden. Nu al meer dan 20 miljard euro per jaar. Dat gaat alleen maar toenemen. Gezondheidszorg is een andere kost van vergrijzing, doordat er meer ouderen zijn. Vooral 80-plussers die dat bepaalt de zorgkosten. En dat tot 2070 toeneemt, het aandeel 80-plussers in de bevolking, zullen die kosten erg toenemen. Wil je dat betalen, dan heb je groei nodig om een vollere schatkist te hebben om dat mogelijk te maken. Dan onze economie verdienstelijkt. Wij hebben steeds meer diensten, steeds minder industrie, steeds minder dingen die we maken, steeds meer diensten. Die zijn heel moeilijk productiever te maken. En zijn heel vaak, niet altijd, heel arbeidsintensief. Wil je die diensten, en dan met name ook die publieke diensten waar ik eerder al aan refereerde, of het nou het blauwe op straat is, de rechters in de rechtbank of de mensen in de zorg, daar heb je dus een steeds groter deel van wat wij met z'n allen verdienen, gaat naar die dienstensector. Omdat het simpelweg zo moeilijk te automatiseren is, zo minder makkelijk productiever te maken is. Daar heb je ook wat groei voor nodig om dat mogelijk te maken, dus los van vergrijzing. Nou, dan even een les uit de financiële crisis. We willen gewoon wat vet op de botten. Want als er een crisis aankomt, of het nou een coronacrisis is, een financiële crisis, wil je vet op de botten om niet in de valkuil te trappen dat je en moet bezuinigen en je schulden afbouwen, want dan krijg je alleen maar recessies die hartstikke lang duren. Dus wat vet op de botten. En dan, je wil graag in een beschaafde samenleving de mogelijkheid hebben om herverdeling van mensen die het breed hebben naar mensen die steun nodig hebben, die wat minder brede portemonnee hebben. Het uitgeven van een euro uit de schatkist aan herverdeling kost veel meer dan die ene euro. Niet omdat we een belastingdienst hebben, of niet omdat wij formuliertje in moeten vullen en dat tijd kost, maar omdat belastingheffing gedragsreacties oproept. Bijvoorbeeld, hoe hoger de belasting over je laatst verdiende euro,
blijkt uit onderzoek, hoe minder uren mensen werken. Hoe minder mensen opleidingen gaan volgen, omdat de salarisverhogingen die ze met promoties, met die opleiding kunnen krijgen, wordt belast met een hoger tarief. Hoe minder innovaties er zullen zijn. Uiteindelijk ook meer belastingontwijking en zelfs, neem Gérard Depardieu als raar voorbeeld, verhuizingen. Ik noem het maar even als voorbeeld. Deze kosten van belastingheffing zijn hoog. Collega's hebben uitgerekend bij het Centraal Planbureau, Bas Jacobs ook, dat de laatste euro die je uit de schatkist uitgeeft om aan inkomensherverdeling te besteden, 1,50 euro aan brede welvaart kost. De gemiddelde euro is 1,10. Met andere woorden, als wij willen blijven herverdelen, en dat willen wij in dit land, want wij hechten aan enige inkomensgelijkheid, dan heb je daar dus ook wederom wat ruimte nodig. Dan 5 redenen waarom de huidige manier van economische groei echt niet volstaat. Geen brede welvaart voor zoveel mogelijk mensen oplevert. De eerste is, op zich maakt geld niet gelukkig. Ik heb zelf flink wat geluksonderzoek mogen doen, waarbij we bijvoorbeeld keken naar wat verklaart nou het verschil in scoren tussen de mensen die het meest gelukkig zijn en de mensen die aangeven minder gelukkig te zijn. En de bepalende factor is niet geld, is niet inkomen. 7,5 keer belangrijker in verklarende kracht is het gevoel dat mensen grip hebben op hun leven. Wat heb je nodig om grip op je leven te krijgen? Toegang tot een arbeidsmarkt, toegang tot een woningmarkt, toegang tot gezondheid, tot onderwijs, enzovoort. Weer die publieke diensten die met groei worden betaald. Maar het is dus niet het geld aan zich dat ertoe doet. Dus laten we het anders meten. Dan, als het BBP stijgt, weet u wel, bruto binnenlands product, wil niet zeggen dat mensen zich ook rijker voelen, omdat hun vrij besteedbaar inkomen ook toeneemt. Er is in Nederland een gat tussen het BBP per inwoner, dat is sinds de eeuwwisseling gestegen, en tussen het vrij besteedbaar inkomen van huishoudens. Dat is zo'n beetje gelijk gebleven. En dat gat daartussen, dat is wat ik wel eens noem de vruchtbare bodem onder een deel van het populisme. Daar zitten tussen allerlei verplichte uitgaven. De premies op de ziekte, het verplicht sparen voor pensioenen, je belastingbetaling. Dus het is wel nodig om dat gat zo klein mogelijk te maken. Want mensen willen niet in de krant lezen dat het land rijker is geworden, BBP per inwoner. Maar dat zij zelf zien, in mijn portemonnee, ik kan niet zoveel meer vrij besteden. Als burger ben ik niet rijk geworden. Werkt die herverdelingsmachine in Den Haag wel voor mij? Vraagteken. Dus dat gat moeten we echt wel ons best doen. Dus de zorgkosten juist beheersen in plaats van halvering eigen risico. Moeten kritisch nadenken over het pensioenstelsel. Hoe we dat op zo'n manier kunnen inrichten. Dat gat tussen rijk zijn als land, BBP per inwoner, rijk voelen als burger, vrij besteedbaar inkomen, niet te groot wordt. Bovendien, het BBP meet volume, hoeveelheden, maar niet de verdeling. En die verdeling is wat ook heel belangrijk is voor brede welvaart. Dan, deze sla ik even over voor de tijd. Heel belangrijk, hier hou ik mij al mee bezig sinds ik een proefschrift schreef, en jouw proefschrift gaat er ook een beetje over, dus dat vind ik ontzettend leuk, of niet een beetje, gaat er ook over. Het beprijzen van die dingen nog, die van waarde zijn voor ons allemaal, maar die geen prijs op een markt krijgen. Hoe kan je die nou toch een stem geven in het economisch verkeer? Nou, dat is met beprijzingsinstrumenten. Maar welke prijs moet je er dan op zetten? Nou, daar heb ik zelf veel onderzoek naar gedaan. Je kunt het andere keren over hebben. Maar dat is wel nodig. En dat is wat ik geloof. Ik geloof erin om het BBP te verbreden. Om zoveel mogelijk, door zoveel mogelijk te beprijzen, komt het in het BBP. Ik geloof niet in dashboards. Op dit moment hebben het CBS en het PBL dashboards voor Nederland. Dat is brede welvaart dashboards met, ik doe het even uit mijn hoofd, meer dan 70 indicatoren. En wat zie je? Dan gaat daar politieke willekeur komen. Dan is er dus een minister die denkt, ah, dat metertje slaat groen uit. Die ga ik in mijn rapport opnemen. Die rode, die veronachtzamen we even. De kracht van het BBP is, dat is één maat. Hij is imperfect. Hij meet maar een deel van wat belangrijk is, heb ik net ook laten zien. Maar het is maar één maat en hij disciplineert. Dus ik denk meer, laten we het BBP zo volledig mogelijk maken. Zoveel mogelijk beprijzen, eronder brengen. En niet dashboards met weet ik hoeveel meters die alleen maar ertoe leiden van cherrypicking door politici. Dan, helaas. Hoe nodig het ook is om te vergroenen, we zien het in de reële economie op dit moment te weinig.
Dat komt ook door de fragmentatie in het politieke landschap, door, je zou kunnen zeggen, ook populisme, polarisatie. In ieder geval is het niet zo, kijk ook nog maar naar de afgelopen jaren aan beleid in Nederland, maar ook elders in de wereld, dat er stevig vergroeningsbeleid, stevig genoeg vergroeningsbeleid wordt gevoerd. Dat betekent niet dat we niks kunnen doen. Als je bang bent het electoraat te verliezen, als je zegt dat er bijvoorbeeld een heffing komt die als gevolg zou hebben dat je wat minder dierlijke eiwitten en wat meer plantaardige eiwitten gaat eten, als je dat niet durft, omdat je dan bang bent dat het dat bijvoorbeeld wordt gezegd, jij pakt mijn gehaktbal af, dan kan je ook op een indirecte manier ingrijpen. En dat doet de overheid namelijk nu wel. En dat is via de financiële sector. Dan gaan zij eisen opleggen aan de financiële sector, aan pensioenfondsen hoe ze beleggen, aan verzekeraars hoe ze beleggen en bij banken hoe ze leningen verstrekken, die er uiteindelijk toe leiden dat die financiële instellingen een positie krijgen, laten we zeggen een vergroeningspoortwachtersrol krijgen, waarbij ze sturen via de financiële sector op vergroening van de reële economie. Ze durven niet meer zelf te zeggen wat minder broeikasgassen uitstoten, maar ze laten de bankier zeggen, nee, die lening gaan we niet doen, want dat is mijn carbon budget voor dit jaar op. Dus ze doen het nu indirect. De financiële sector heeft dus die groene poortwachtersfunctie langzamerhand via de regelgeving, sluipenderwijs, zonder dat heel veel mensen het wisten, zonder dat er grote koppen in de, ik zeg maar, de Telegraaf of het AD of welke krant dan ook hebben gestaan. Dus de indirecte leg ligt open, de poortwachtersfunctie staat klaar. Bovendien hebben die financiële sector, die heeft een machtsmiddel, ze zijn superkapitaalkrachtig en onze economie, ons kapitalistisch systeem draait nog wel op dat soort middelen, geld. Dus zet dat in op die manier. Nou, wat is dan duurzame financiering? Helaas, daar is geen eensluidende definitie van. Dus dat leidt tot onduidelijkheid, maar het leidt er ook toe tot greenwashing. Want wat de ene financiële aanbieder duurzame financiering kan noemen, is bij de ander misschien niet duurzaam genoeg. Wij hebben, ik heb daar een boek over geschreven, zoals ik al eerder aangaf. We hebben een definitie gemaakt waar we wel hopelijk mee uit de voeten konden. In ieder geval om het thema meer bij een breder publiek bekend te maken. En die definitie is financiering waarbij duurzaamheid in financiële besluitvorming van banken, investeerders, institutionele beleggers is geïntegreerd. Die voldoet aan tenminste 3 voorwaarden. Het moet wel gaan om rentabiliteit, dus het is geen liefdadigheid. Het gaat niet om giften, je moet er wel gewoon geld mee verdienen. Met die financiële transacties bedoel ik. Het moet wel intentioneel zijn, het moet niet duurzaamheid, oh leuk, dat krijgen we er nog bij, dus dat noemen we ook maar even duurzame financiering. Dus bijvoorbeeld, er is een, ik denk nu even aan een lening die ik zelf al verstrekt heb, een boer die wil graag zonnepanelen op zijn dak. Die vroeg gewoon een werkkapitaalfinanciering aan en die heeft daar die zonnepanelen van gedaan. Ja, dan kan ik dat als duurzaam opnemen, maar ja, dat was niet de intentie van de financiering. Vind ik dus geen duurzame financiering, ook al doet hij er misschien wat duurzaams mee. Dan additionaliteit. Het moet ook zo zijn dat zonder de financiering had de vergroening niet opgetreden. Dus de financiering is echt nodig om te vergroenen. Dan, wat heb je dan voor instrument? Want u denkt nu, ja, leuk, zo'n definitie, moet ik ermee? Vertel gewoon even wat je bedoelt in praktijk. Nou, om dat te doen maken we een onderscheid. We hebben een matrix opgesteld met 2 assen. De eerste is het eigen vermogen, dus waar risico over gelopen wordt. Wat je echt kan verliezen, dat zijn beleggingen, dus aandelen en zo. En het andere is vreemd vermogen, leningen, zeg maar even. Dan heb je 3 soorten. Dat is het opnemen van duurzaamheidskenmerken in de financiering. Ik loop die wel even na. Dat is bijvoorbeeld als je bij het beleggen in bepaalde bedrijven, bijvoorbeeld je bent een pensioenfonds en je wilt iets beleggen, en dan zeg je nou die sector niet, die sector wel. Ik doe het niet in bijvoorbeeld olie en gas, maar wel in duurzame energie, ik zeg maar wat. Je kan ook dat gebruiken om te beïnvloeden. Dus als je aandeelhouder bent van een bedrijf dat nog grijs is, maar wel kan vergroenen, kan je ook je aandeelhouderschap gebruiken om bijvoorbeeld bij aandeelhoudersvergaderingen invloed uit te oefenen op het beleid om sneller te vergroenen.
Dus om nou te zeggen, we moeten helemaal niet meer in, laten we nou maar even dat olie- en gasbedrijf zeggen, zetten. Want je hebt daar wel invloed. Moet natuurlijk wel wat gebeuren. He, dan moet dat bedrijf daar wel naar luisteren. Nou, je kunt ook bij leningen bijvoorbeeld bepaalde leningen of verzekeringsactiviteiten van niet duurzame activiteiten uitsluiten. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf echt niet kan en of niet wil vergroenen. Je kunt ook als een bepaald bedrijf, doordat het bijvoorbeeld als heel veel bedrijven die verduurzamen, daar loop je een lager risico. Blijkt uit onderzoek dat we toen bij Rabo zelf hebben gedaan. Het blijkt dat bedrijven die hoog scoren als het gaat om duurzaamheid, uiteindelijk een lager kredietrisico voor de bank. Dus een lager terugbetalingsrisico voor de bank opleveren. Omdat ze hogere winsten hebben, lagere kosten. Ja, echt waar. U denkt, geloof het is misschien niet, maar dat is zo. Dat zou dus betekenen, als je een lager kredietrisico hebt, een lager risico op wanbetalen, dat je ook een lagere rente geeft. Nou, dat zijn dus instrumenten die je hier kunt inzetten. Dan heb je de use of proceeds financieringen. Dat betekent dat het geld dat met de financiering beschikbaar komt, louter en alleen voor groene doelen mag worden gebruikt. Nou, dat is bij aandelen bijvoorbeeld, als je bedrijven opkoopt die echt bijvoorbeeld in een bepaalde industrie heel veel waterbesparing opleveren, dat je de lening alleen voor investeringen in die waterzuivering of waterbesparingstechnologie mag inzetten. Groene obligaties, je zet een lening met obligaties, de opbrengst mag alleen worden gebruikt om een bepaald groen project of een groene investering te doen. Of bijvoorbeeld bij een hypotheek, je hebt ook groene hypotheken, dan gebruik je de opbrengst om je huis te verduurzamen. Dan aan duurzaamheid gekoppeld, dat betekent dat je een lening afsluit of een obligatie aangaat en dat de rente die je daarop betaalt, of bijvoorbeeld de looptijd die een automatische verlenging bijvoorbeeld afhankelijk is van de mate waarin je bepaalde vooraf afgesproken groene doelen wel of niet behaalt. Haal je het doel niet, blijft de rente hoog. Haal je het doel wel, gaat de rente naar beneden. Zo kun je dus sturen. Gebeurt dat al genoeg? Nee. Dus, eerste oproep is, zeg banken, kom op nou. Zeg verzekeraars, kom op nou. Zeg pensioenfondsen, kom op nou. Doe dit nou vaker. En wees creatief, ontwikkel nieuwe producten. Zelf heb ik bij Rabobank aan de Rabo Carbon Bank mogen werken, wat echt ook een vorm van een nieuw product was. Ik heb ook ervaren hoe moeilijk het was om dat bijvoorbeeld met toezichthouders te bespreken. ECB was dat in dat geval. Maar er zijn vele voorbeelden, kunnen het misschien vanwege de tijd, ga ik daar nu niet uitgebreid op in. Maar ik noem maar even een hele rare, en nu denkt u misschien, ja dat kan je wel zeggen, maar die bestaat wel. Dat is de neushoornobligatielening. Die is door de Wereldbank en de toen nog bestaande Credit Suisse opgezet. Die bank is overigens inmiddels failliet. Niet door de neushoornobligatie, maar door iets anders. En die werd in Zuid-Afrika is die ingezet om de neushoornstand op weer terug te brengen op een bepaald pijl in een bepaald gebied. Nou, om dat breder toe te kunnen passen, moet de financiële sector zich realiseren dat ze te weinig weten van duurzaamheid en dat ze echt moeten investeren in het kennisniveau, dat ze moeten investeren in data, in compleetheid van data en in plaats van hun risicomodellen te baseren op terugkijkende data, voorspelmodellen moeten laten bouwen, want de baten van verduurzaming liggen in de toekomst, de kosten liggen in het nu. Als je die toekomst zo laag weegt of daar geen data over hebt, dan reken je sowieso anti-groen. Dan durf te experimenteren en dat betekent durf dus ook te falen. Dat is best eng in de financiële sector, waarvan oudsher risicoaverse mensen worden aangenomen. En dus als je daar dan je nek wat boven het korenveld uitsteekt, dan is dat al snel eng. Dan, de KPI's. Hoe worden mensen afgerekend die bij een financiële instelling werken? Dat is vaak toch nog gewoon op de sales targets. Dat moet echt wel verbreed worden. Reken mensen af op een bredere set. En dat geldt niet alleen voor de financiële sector, dat geldt voor de hele economie op een bredere set van targets. Ik kan nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet, want ik geef het woord nu over aan Harold. En volgens mij heb ik dan een tijd gehouden. Zeker. Het is gewoon ook. Perfect binnen de tijd. Ik wil even inventariseren. Als dit een moment zou zijn geweest dat we vragen zouden mogen stellen aan Barbara Baarsma, wie had er dan een vraag gehad? Want ik kom namelijk volop tijd zo dadelijk nog met het panel en zo. Dus ik dus het is niet dat u allemaal nu op uw stoel zit te wippen en denkt van ik moet nu mijn vraag kwijt. Hou hem even vast.
Luisteren we nog naar het volgende keynote en dan komt er een panel en dan doet u gewoon dan lekker mee. Ik was zelf me vergeten voor te stellen, heb ik net realiseerde ik me. Ik ben Otto Raspe, ik ben professor of practice aan Tilburg University, maar dat doe ik in deeltijd. En voor alle openheid, ik werk ook bij Rabo Research, de Rabobank, en dat doe ik hoofdzakelijk. Harold, mag ik jou vragen om de tweede keynote te doen? Dus dan moet je de vragen gewoon naar jullie mee. Oké, okay, prima. Ja? Dankjewel. Wil jij deze hebben? Of wil jij achter? Deze, ja. Ja, dankjewel Otto. Van harte welkom iedereen hier in Tilburg. Goed zoveel mensen hier te zien over dit symposium over groene groei. Dank ook aan Barbara voor de presentatie. Ik denk dat onze presentaties goed aansluiten. Ook niet heel verbazingwekkend, want volgens mij kennen we elkaar al ruim 20 jaar of zo in Amsterdam, de financiële sector. Dus dat ga ik mijn poging doen om goed aan te sluiten bij jouw presentatie. Mijn slides zijn in het Engels, mijn presentatie is natuurlijk in het Nederlands. Het gaat over een investeringsagenda voor groene en duurzame groei in Europa. Het zal u niet zijn ontgaan, dames en heren, dat afgelopen maand twee belangrijke documenten zijn gepubliceerd. Namelijk op maandag 9 september kwam de Europese Commissie, publiceerde het rapport The Future of European Competitiveness. Dus de toekomst van Europese concurrentiekracht. En dat is het beroemde rapport wat nu onder voorzitterschap van Mario Draghi, de oud-president van de Europese Centrale Bank en ook voormalig premier van Italië, werd gepubliceerd. En daar ga ik een aantal dingen over zeggen. Dat gaat over concurrentiekracht, dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over de relatie van Europa ook met China en de Verenigde Staten, waar veel meer ook op initiatieven van duurzame groei worden genomen en wat Europa zou moeten doen. Tegelijkertijd, het zal u niet zijn ontgaan, op vrijdag 13 september, ja, alleen al vrijdag de 13e, om een regeerakkoord te publiceren, dat heeft u niet ontgaan, hè? Het regeerprogramma van het kabinet schoof. En wat wel duidelijk zou worden in mijn presentatie, is dat eigenlijk die twee werelden, die kunnen nauwelijks meer van elkaar verschillen. Dus een pleidooi vanuit Draghi om in Europa in beweging te komen, om juist te investeren in die creativiteit en innovatie waar jij het ook over had, Barbara, in duurzaamheid, in versterking van de concurrentiekracht van Europa, versus een Nederlands kabinet wat zegt in de kenniseconomie en innovatie minder te gaan besteden, namelijk een bezuiniging van 1 miljard op het hoger onderwijs, minder afdrachten aan de Europese Unie, maar natuurlijk wel allerlei uitzonderingsbepalingen van Nederland in Europa op het gebied van mest en nitraten en andere zaken, migratie. En dat is heel interessant, de mindset is totaal verschillend. Totaal verschillend. Waar de analyse van Draghi gaat over dat Europa qua concurrentiekracht aan het inboeten is. Waardoor natuurlijk ook, ja, als je de groei naar beneden gaat, dan kun je ook zeg maar heel veel klimaatambities niet financieren. Kun je ook aspecten van brede welvaart niet creëren. Versus een verhaal wat eigenlijk teruggaat naar terug binnen de Nederlandse grenzen. De national borders. Wij trekken ons een beetje terug, spreekwoordelijk gezien, achter de Nederlandse dijken. Ja, en wat er in de rest van Europa gebeurt, daar willen we eigenlijk zo weinig mogelijk lastig mee worden gevallen. Terwijl de analyse van Draghi, de need voor massieve investeringen. De hele wat op ons afkomt in Europa, dat wij achterblijven met digitalisering, dat wij achterblijven met investeringen in duurzaamheid, de decarbonisatie. We hebben dan ook nog wat andere dingen, zoals defensie. En de becijfering, het rapport, is dat eigenlijk de investeringen richting de 5% van het bruto binnenlands product, het BBP, moeten, om dat waar te maken. En dat per jaar, dat is gigantisch. En dat heeft ook te maken met wat in het rapport wordt genoemd, de fundamentele waarden die wij in Europa met elkaar proberen te realiseren. Over welvaart, gelijkheid, vrijheid, vrede, democratie in een duurzame omgeving.
Dus het Europese model van vrijheid en liberale waarden en democratie voor velen, niet alleen voor een elite, dat vergt natuurlijk aandacht en dat kost ook geld. Maar daar heb je ook een bepaald, zeg maar, economische welvaart en draagvlak voor nodig. En waar Draghi op wijst, hè, radicale verandering om in Europa, zeg maar, de groei weer aan te jagen. En dat heeft ook iets met de achterliggende productiviteit te maken. En Draghi heeft het over een existentiële uitdaging, een existentiële bedreiging. En wat je ziet dat wij eigenlijk de afgelopen 20 jaar ook achterblijven bij wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Daar is veel meer innovatie, daar is de economische groei veel hoger geweest en ook de productiviteitsstijging. We kennen allemaal de grote techbedrijven, de start-ups, en die komen vooral niet uit Europa, maar veel meer in Amerika. En als er al van die start-ups zijn in Europa, dan hebben ze de neiging om op een bepaald moment te verkassen naar de Verenigde Staten. Draghi heeft het ook over dat allerlei afhankelijkheden die wij hadden, die keren zich tegen ons in de vorm van kwetsbaarheden. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar gedreven op goedkoop gas uit Rusland. Nou, denk aan de Duitse auto-industrie, wat daar gebeurd is. Dat energiekosten natuurlijk door de Russische invasie in Oekraïne fors zijn toegenomen. Goedkope goederen uit China. Nou, daar hebben we ook iets te maken met concurrentie. En natuurlijk dat we konden vertrouwen op een vrij goedkope defensie vanuit de Verenigde Staten, zonder dat we daar veel hoefden aan bij te dragen. De grote nu druk, ook in Nederland, op het Nederlands kabinet, om de defensieuitgaven te verhogen naar 2% van het nationaal inkomen, heeft daarmee te maken. Maar een analyse is dat dus die digitale revolutie die we hebben eigenlijk sinds de tweede helft van de jaren 90, dat Europa daar eigenlijk te weinig heeft aan deelgenomen en waardoor ook allerlei productiviteitswinsten die in Amerika zijn gerealiseerd hier in Europa veel minder plaatsvinden. En je ziet het ook in Nederland, een klein beetje economische groei, een klein beetje productiviteitsgroei. Productiviteitsgroei heeft natuurlijk te maken met wat je als werknemer, als persoon, zeg maar, aan output genereert. En dan gaat het om, als je dus die massieve investeringsagenda wil doen, is de vraag, hoe ga je dat doen? Wie gaat dat financieren? En dan zeker ook in de analyse van Draghi gaat het om dat daar de private sector, en dat zijn natuurlijk ook de institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, maar ook de banken, een belangrijke rol in zullen moeten spelen. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen, ook zonder dat ook de publieke sector, dus wij als belastingbetalers, dat de overheden, de Europese overheid, de EU, de Europese Unie, daar een soort rol in spelen om dat, zeg maar, aan te jagen, te initiëren en misschien ook een deel van het risico te dragen. En hoe meer je natuurlijk in de investeringsagenda kan komen en de productiviteit kan verhogen, neemt natuurlijk ook, wordt de economie groter, nemen belastinginkomsten toe. Dus ook meer kan ook de overheid zich dan permitteren om bepaalde financieringen daar aan deel te nemen en bepaalde risico's te dragen. Dus een fiscal space, dus de fiscale ruimte vanuit de overheid zal groter worden als dit vliegveel gaat dragen. Om die productiviteit te verhogen, wat ik al zei, zal een gedeelte dus gemeenschappelijke funding moeten plaatsvinden, gemeenschappelijke financiering. Dus wat we daarmee bedoelen is dus dat op het niveau van Europa, op het niveau van de Europese Unie, dus niet op niveau van de Nederlandse staat of de Duitse staat, maar gezamenlijk inzetten om bepaalde innovaties en technologieën die gaan neer te zetten. In Amerika gebeurt dat bijvoorbeeld veel meer dan in de Europese Unie. En daarnaast zijn er ook nog andere publieke goederen, zoals we noemden al, zagen al, defensie, waar Europa veel beter kan samenwerken dan dat elk land zijn eigen tanks en eigen soort wapensystemen aanschaft. En de cross-border grids, dus het gaat hier ook om allerlei vormen van, als energie opgewekt wordt in Zuid-Europa, hoe krijgen we dan bijvoorbeeld elektriciteit in Noord-Europa? Stel, we gaan de kustlijn van de Middellandse Zee, van Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, gaan we volbouwen met zonnepanelen, Europees gefinancierd. Dat moet je niet elk land zelf laten doen, dat is niet zo handig. Dat kan je veel beter Europees aanvliegen.
Maar dan moet bijvoorbeeld ook die stroom die je daar opwekt, of de waterstof, moet getransporteerd worden naar Noord-Europa. Naar Nederland, naar Duitsland, nou, noem maar op. Nou, dan moet je dus enorme netwerken aanrichten. Nou, daar moet je ook, is echt een casus voor te maken, om dit zijn Europese publieke goederen. Die zijn dus niet van in het belang van als de zonnepanelen zijn in Frankrijk. Nee, het is een soort pan-Europees belang om dit gezamenlijk te doen, want die stroom moet natuurlijk ook naar Duitsland en Nederland en Denemarken en andere landen. En dan gaat het ook om de rol van de kapitaalmarkten. De kapitaalmarkten, dat zijn de plekken waar bedrijven ook en overheden obligaties uitgeven en waar bedrijven aandelen uitgeven, versus de rol van de banken. En in het rapport van Draghi gaat het daar heel erg wel over natuurlijk, dat hij die kapitaalmarkten wil versterken. We noemen dat in de Europese Unie, noemen we dat de kapitaalmarktunie. Dat er veel meer integratie is, dat het voor een bedrijf makkelijker is om een obligatie uit te geven die dan ook overal verhandeld wordt. Maar die kapitaalmarktunie, daar zijn we al heel lang over aan het praten en er worden kleine stapjes gezet. Maar het punt is dat we op dit gebied nog geen Europese toezichthouder hebben. We hebben wel op het gebied van de banken een toezichthouder, de Europese Centrale Bank. Maar hier niet. We hebben een soort samenwerking tussen nationale toezichthouders die coördineren. Maar nog niet een autoriteit financiële markten die wij in Nederland hebben, maar dan op Europees niveau. En dat heeft allemaal te maken met nationale reflexen, dat we bepaalde soevereiniteit en macht niet willen overdragen. En Europa is daarmee nog steeds heel erg afhankelijk van de financiering door banken. Dus in de Verenigde Staten hebben ze de afgelopen 50 jaar hebben ze die switch gemaakt, dat dus de rol van banken veel minder is geworden in de financiering van bedrijven. En veel meer gaat via de kapitaalmarkt. Europa is het nog steeds iets van 75% gaat niet via de kapitaalmarkten, maar via de banken. Maar dat betekent dus ook, als die banken zo belangrijk zijn, moet je zorgen dat die banken sterk zijn. En wellicht heeft u gezien dat samen met collega Arnoud Boot had ik gisteren een opinieartikel in het Financiële Dagblad. En dat ging precies hierover. Dat als je dus banken, ook in het kader van deze transitie van Mario Draghi, een grote rol wil spelen in de verschaffing van financiering voor risicodragende projecten, zonnepanelen, windenergie, innovatie, tech-startup, dan zullen die banken ook die capaciteit moeten hebben om dat te financieren. En dan met name ook met risicodragend vermogen, onbepaalde, dat is eigen vermogen, om verliezen die hiermee samenhangen te kunnen dekken. Het grote punt hier nu is dat wat we op de korte termijn nu zien in het Europese bankwezen, een enorme lobby om die wat ze hebben aan eigen vermogen, zeg maar laag te houden. Er is ook een enorme lobby, net zoals in Amerika, bij de toezichthouders om de vereisten van hoeveel minimum eigen vermogen moeten banken houden, aanhouden, hoeveel minimum kapitaal. Dus als je een lening geeft van 100 miljoen, moet je dan daarvoor 5 miljoen, 5% eigen vermogen aanhouden, of 8% of 10%. Daar gaat het debat over. Nou, ook in Europa is daar een enorme lobby over geweest. En het leidt ertoe dat die ambities om die buffereisen van de banken aan te scherpen eigenlijk zijn ingeperkt, wat dan ook voor de banken ruimte geeft, ook in Nederland, om grote programma's aan te gaan van inkoop van eigen aandelen en uitkeren van dividenden, waardoor die buffers nog verder naar beneden gaan. Niks illegaals, want het is gewoon wat de toezichthouders toestaan in samenspraak met de politiek. Maar bijvoorbeeld dit jaar in Europa is er al 50 miljard euro aan het bankwezen onttrokken. Dat hebben de banken teruggegeven aan de aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen en dividenden. Nou, normaal gesproken kunnen ze 20 keer dat bedrag uitlenen. Dus ze kunnen nu voor 1000 miljard minder uitlenen dan aan het begin van het jaar. Zeer zorgwekkend, op de korte termijn misschien aardig voor de aandeelhouders van de banken. Maar op lange termijn, als je kijkt naar de financieringscapaciteit van die banken om deze energietransitie, de duurzaamheidstransitie te kunnen financieren, is dat eigenlijk
kortzichtig en is het precies een stap in de verkeerde richting. Dus we zien hier dus, net zoals we dat zagen ook bij een aantal dingen van het Nederlands kabinet, het verzet tegen verdergaande Europese samenwerking, zien we dit ook hier, wat er nou bij de banken gebeurt, zijn stappen die eigenlijk in de verkeerde richting gaan als we kijken naar de duurzaamheidstransitie. En dat gaat hier dus ook, om wat Draghi zegt, het gaat hier dus om die joint funding, die gemeenschappelijke financiering, dus dat we niet... Het gaat hier dus niet om dat de Staten Nederlanden obligaties uitgeeft en Duitsland, maar dat we gezamenlijk obligaties gaan uitgeven om die Europese ambities te financieren. En dan kom ik vervolgens op een punt wat ook toch wel heel zorgelijk is, namelijk we hebben een euro, we hebben een Europese munt sinds 1999. U weet het nog wel dat we de beroemde top van Maastricht hadden, waar uitonderhandeld is dat Europa zou gaan naar een Europese munt. En die is gestart in 1999, de bankbiljet en munt in 2002, dus alweer ruim 25 jaar geleden. Maar eigenlijk is die start van die munt toch vrij zwak geweest, omdat er ook te veel landen zijn die zich niet aan bepaalde budgettaire regels houden. Normaal eigenlijk is het zo dat de staatsschuld van een land niet hoger mag zijn dan 60% van het nationaal inkomen. Het financieringstekort niet meer dan 3%. En we hebben natuurlijk die crisis gehad, de bankencrisis, de val van Lehman Brothers. We hebben gezien dat ook in Nederland banken moesten worden gered door de overheid in 2008. Maar we hebben toen ook nog gezien die eurocrisis, dat bepaalde landen, Griekenland, Portugal, Ierland, in de problemen kwamen. Nou, die zijn met Europese fondsen zijn die gered. En toen ging het in 2012, probeerden ze eigenlijk allerlei tijdelijke fondsen op Europees niveau om landen te redden, om te zetten naar een permanent nieuw noodfonds. Dat werd het Europees Stabiliteitsmechanisme, het ESM. En nou komt het. Wat er toen gebeurde, dat de politici hadden dus moeite om een voldoende groot bedrag te committeren. Namelijk, het was slechts 500 miljard. En 500 miljard is natuurlijk een enorm bedrag. Nederland zit voor ongeveer 5% in dat eurosysteem. En ook in de Tweede Kamer werd gezegd, ja, dan moeten wij 5% van 500 miljard. Dat is 25 miljard euro committeren aan een fonds wat dan landen die, zeg maar, budgetair de kantjes eraf lopen om die te kunnen redden. En daar zit wel wat in, maar tegelijkertijd, 500 miljard stak heel laag af bij de staatsschuld van Spanje, die op dat moment al 1000 miljard was, en van Italië, die al 2000 miljard was. Dus je had landen, grote landen in het eurosysteem, die wellicht in de problemen zouden kunnen komen. Die hadden een staatsschuld van 3000 miljard. En wat Europese regeringsleiders daar tegenover zetten, was, nou, we hebben een nieuw permanent noodfonds van 500 miljard. Nou, dat werkte natuurlijk precies verkeerd uit op financiële markten, want eigenlijk geef je het signaal, we noemen dit risicodeling, risk sharing, dus het risicodeling op het fiscale niveau. Je zegt, wij kunnen als Europese overheden maar 500 miljard op tafel leggen en iedereen denkt van, nou ja, dat is dus volstrekt onvoldoende in het geval dat Spanje en Italië in de problemen zouden komen. Wat gebeurde er? Voorspelbaar, beleggers raakten in paniek, verkochten hun staatsobligaties van Spanje en Italië en de rente liep op. En dreigde dus het eurosysteem eigenlijk uit elkaar te vallen. Dus in die zomer van 2012 was het heel close. Dat is die euro echt aan het fragmenteren was. Want ja, als Spanje en Italië daar geen oplossing voor gevonden zou worden, dan zou er gewoon die euro uit elkaar kunnen vallen. En toen kwam natuurlijk de beroemde speech in 26 juli 2012, weet u het nog, daar is hij weer, Mario Draghi. Niet als de auteur van het rapport waar we het net over gehad hebben, als de president van de Europese Centrale Bank, die zei dat ECB alles zal doen om de euro in stand te houden. En wat hij kon doen, en wat dus de ministers van Financiën niet voor elkaar kregen, was natuurlijk, hij is de president van de Centrale Bank, en wat kunnen centrale banken? Die kunnen geld creëren. En dan hoeft het dus niet via het politieke proces van ministers van Financiën die naar de kapitaalmarkt gaan en daar geld gaan lenen. Dus Draghi, heel belangrijk in dit verhaal en nu ook weer in het nieuwe verhaal, is die van belang. Maar wat betekent dit? Dat we hebben toen een hele rij van acties gehad. Ook om de inflatie of de deflatie, dat de prijzen begonnen te dalen. 2015, een programma van kwantitatieve verruiming.
Nou, toen kwam de coronapandemie. En toen is er ook een Europees, heel interessant, is er 750 miljard geleend door de Europese Unie. Om landen, met name ook landen als Italië, te helpen om de coronacrisis te doorstaan. En dat is dus in dit geval, wat er dus daar in juli 2020 gebeurde, wel degelijk risicodeling op fiscaal niveau. Maar zoals Mark Rutte ook zei, als premier, it's a one-off, dit is eenmalig, dit gaan we nooit meer doen. Nederland zal nooit meer akkoord gaan met nieuwe Europese investeringsfondsen. Hè? En dat wordt nu ook herhaald door de nieuwe minister van Financiën. Misschien heeft u het gezien, Ilko Heijnen. Die zei, ja, wij in Nederland of dit kabinet, wij zijn niet zo van de uitgifte van Europees schuldpapier. Maar dat is natuurlijk een op zichzelf natuurlijk een groot probleem. Omdat die hele agenda waar we mee begonnen van Mario Draghi in het rapport. Hè, dus afnemende concurrentiekracht van Europa. Je ziet dit in Duitsland. Het is niet alleen Volkswagen, maar in zijn algemeenheid zie je de Duitse exporten gewoon aan het dalen. Nou, we weten allemaal, als Duitsland in de problemen komt, heeft dat grote impact op andere landen, waaronder Nederland. Al die investeringen in duurzame energie, digitalisering, concurrentiekracht, elektriciteitsnetwerken, defensie, daar zul je ook iets met gezamenlijk schuldpapier moeten doen. Om op een of andere manier risico's te delen, maar ook misschien om te voorkomen, kijk, landen die al hele hoge staatsschulden hebben, Frankrijk 120% van het nationaal inkomen, Italië 140%, als je daar die staatsschulden fors gaat verhogen voor die nieuwe investeringen, dan ben je eigenlijk een nieuwe eurocrisis aan het creëren. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus enerzijds zie je heel erg de noodzaak, wordt in het Draghi-rapport aangegeven waarom het van belang is om zo'n Europese investeringsagenda uit te rollen. Ook aan de koppeling natuurlijk van als je dus in groene groei wil investeren, zul je dat gezamenlijk moeten doen, zul je dat ook moeten gaan doen door risico's op het Europese niveau te delen, at the European fiscal level. Maar dat is dus zo kwetsbaar. Dat is dus voor landen als Duitsland en Nederland op dit moment met het huidige kabinet onacceptabel. Dat zullen ze niet mee akkoord gaan. We zien komende zondag hebben we verkiezingen in Oostenrijk. Nou, daar gaat waarschijnlijk ook de hele rechtsconservatieve partij met een anticritische houding richting Europa winnen. En het heeft dus twee consequenties. Als we dus dat politiek niet georganiseerd krijgen, en het is echt de vraag of dit gaat gebeuren, dan komt die financiering van die duur van die investeringsagenda, ook ter bevordering van die concurrentiekracht, maar ook van de duurzaamheid, in onvoldoende mate van grond. Dat is het ene. Maar het tweede wat speelt, is dat juist als we nieuwe investeringsfondsen gaan opzetten en dat de Europese Unie weer naar de kapitaalmarkten gaat en daar Europese obligaties uitgeeft, dat is ook naar beleggers op financiële markten een signaal van commitment aan de euro. Namelijk dat wij in de euro geloven en dat we dus eigenlijk die markten in obligaties van in de euro willen verdiepen. En dat is toch wel van belang, omdat we ook het huidige kabinet, denk ik, wat we onvoldoende in de smiezen hebben, is het volgende. Dat die euro, net zoals in 2012, heel kwetsbaar is. En ik zeg wel eens, het is niet evident dat de euro over 25 jaar nog bestaat. En dat zeg ik natuurlijk niet omdat ik wil dat die euro valt. Ik ben niet van een van die partijen, die dat zeggen. Maar waar het om gaat is, die euro is kwetsbaar. En het valt me heel erg op als ik met beleggers op financiële markten praat, die zeggen, ja, weet je, het is een euro, 20 landen die niet met elkaar willen samenwerken, waar grote verschillen tussen landen zijn, ook in enorme financiële kwetsbaarheden. Kijk maar naar landen met hoge schuldratio's, waar de overheid veel geleend heeft, hoge tekorten, politieke instabiliteit. Nou, we hoeven nou maar naar Frankrijk te kijken, wat daar gebeurd is na de verkiezingen met een nieuw kabinet. Je ziet dat Frankrijk grote problemen heeft. Ze hebben een staatsschuld van 120%. Ze hebben een tekort van boven de 5%. En het is gewoon buitengewoon kwetsbaar, pensioenleeftijd. En je ziet nu al dat de risicopremie op de Franse staatsschuld aan het oplopen is. En dat die zelfs soms hoger is dan de risicopremie van Spanje. Dus we hebben te maken met een munt, een Europese munt. Dus sommige mensen zeggen, ja, landen als Italië hadden er misschien nooit bij gemoeten, maar we hebben nou eenmaal een munt met landen met hoge staatsschuldquotas. En als we dus niet bereid zijn om
verder te investeren. Niet alleen over die investeringsagenda in Europa, maar ook om die munt stabieler te kunnen maken, zou zomaar het ondenkbare kunnen gebeuren. Want als er dan een vertrouwenscrisis zou plaatsvinden in de euro, omdat men geen vertrouwen meer heeft in de Franse politiek of in de Italiaanse politiek, Frankrijk heeft over 3 jaar verkiezingen, dan zou je een enorme crisis kunnen krijgen à la 2012. En dan is het maar de vraag of we dan nog voldoende politiek kapitaal, voldoende politieke bereidheid hebben om die euro overeind te houden. En als dat niet zo is, dan zou die euro uit elkaar kunnen vallen. Dat zeg ik natuurlijk niet omdat ik dat wil. Ik wil dat juist. Ik waarschuw ervoor. Maar er is in mijn optiek heel duidelijk ook een duidelijke link tussen die agenda van Draghi om dingen gezamenlijk Europees te financieren en een versterking van de euro, want het is niet evident dat we de euro in de huidige vorm kunnen handhaven. En met deze noot zou ik willen eindigen. Dank u wel. Even voordat we naar het panel toe gaan, kan je, Harold, in 2-3 zinnen nogal even zeggen waarom jouw verhaal ook over groene groei gaat? Jazeker. Ik heb hem nog. Jazeker, want het gaat natuurlijk om de financiering van die hele agenda. Die van Draghi, daar zit heel duidelijk die koppeling aan concurrentiekracht en duurzaamheid. Dat zit er heel duidelijk in. Maar je moet het wel kunnen financieren. En daar speelt natuurlijk die Europese investeringsagenda speelt een belangrijke rol. En daar ligt de link. En als je Draghi het rapport leest, denk je dat Draghi nou eigenlijk gaat over versterken van concurrentiekracht en productiviteitsgroei? Of gaat Draghi ook echt over een andere economische groei en een groei die groener is? Ja, want dat wordt ook genoemd. Dus op het moment dat je dus, hij zegt ook, je hebt ook die fiscale ruimte nodig om die investeringen, waaronder, hij zegt ook wat hij koppelt, die versterking van de concurrentiekracht kan in Europa ook heel goed samengaan met die duurzaamheidsagenda. Dus die groene groei, daarin te investeren, koppelen aan de concurrentiekracht. Ja. Nou, ik had het niet zo scherp. Ik hoop dat u dat nu ook met de uitleg scherper heeft. Mag ik jullie vragen om ook op de kruk te gaan zitten? En dan ook Jasmin van der Straten en Michiel Scholten. En ook Barbara en Harold, alsjeblieft. En dan zitten jullie inderdaad ook in de spotlight. En dan hebben we nu nog even lekker ruim de tijd, een uur zelfs, om met elkaar van gedachten te wisselen. En daar betrek ik u zo dadelijk ook wel bij. Maar wat ik eigenlijk wilde doen als eerste, en dan drinken jullie lekker een glaasje water, maar Jasmin, je hebt 2 verhalen gehoord en je bent natuurlijk zelf heel erg bezig met het onderzoeken hoe beleggers anticiperen op groene risico's en kansen, zeg maar. Mag ik jou gewoon eens vragen om een reflectie te geven? Wat vind je van die verhalen? Had je dit verwacht dat ze zo zouden praten? Heel erg bedankt en ook om te mogen reflecteren op de presentatie van zowel Barbara als Harold. Wat mijn eerste indruk is dat de thema's die Barbara en Harold aan bod hebben gebracht, is dat die heel erg breed leven in de samenleving. We zien inderdaad dat steeds meer wordt gestimuleerd om te vergroenen, zowel vanuit de samenleving, consumenten houden zich ermee bezig, financiële instellingen, private investeerders. En ik denk ook dat, wat Harold net ook aangaf, dat ook heel erg sterk samenhangt met hoe we Europa vooruit willen brengen. Binnen Europa kunnen we inderdaad een competitief voordeel behalen door sterker in te zetten op de groene transitie en de agenda die Draghi eigenlijk daarvoor heeft geschetst. En zoals Harold ook aangaf, is daar cruciaal in. En dat komt ook weer terug bij het punt wat Barbara eigenlijk maakte. Dus of het nou hier gaat over degrowth of groene groei. En inderdaad het zorgen dat de economie in Europa wel blijft groeien. Dus dat we het steeds beter gaan krijgen. Maar dat dit kan op een manier, zoals ook binnen de planetaire grenzen. Of dat we de planetaire grenzen daarmee ook waarborgen. Dus ik denk eigenlijk dat de 2 presentaties wat dat betreft heel erg goed met elkaar gelinkt waren. Ook heel erg relevant zijn voor waar we ons nu mee bezighouden. En ik denk ook, en dat is ook wat meer de kant vanuit mijn eigen onderzoek, dat we ook wel steeds meer zien dat financiële instellingen en beleggers zich hiermee bezighouden.
We zien dat bedrijven die emissie-intensief zijn, bijvoorbeeld op de obligatiemarkt, hogere rentes betalen door het risico dat investeerders dragen, door het feit dat zij op dit moment nog bruin zijn. Maar we zien vooral ook bij de banken, en daar is ook onderzoek naar, dat er nog niet voldoende aandacht hiervoor is en dat banken nog niet voldoende inzetten op het vergroenen van de economie. Hier wellicht ook nog niet de juiste stimulansen voor hebben om echt te zorgen dat we met de sneltrein naar Parijs gaan. Als jij beleggingsmarkten analyseert, dan zijn de meeste mensen, de meeste instituties aan het beleggen om een rendement te genereren, toch? Hoeveel procent zegt dan, ja, maar dat doe ik dan toch in een groene markt of in een groen aandeel? Kan je die duiden, hoeveel procent van die aandelenmarkt zit nu in het groene hoekje en andere toch nog in het grijze hoekje? Ik weet niet precies wat het percentage van beleggers is dat specifiek groene beleggingsobjecten vasthoudt op dit moment. Maar wat misschien een goede statistiek is om het een en ander in beeld te brengen, is dat we op de obligatiemarkt een nieuw financieel instrument kennen. Dat zijn green bonds. Green bonds, dat zijn obligaties die vooraf gescreend worden om ervoor te zorgen dat het geld dat een bedrijf hiermee ophaalt specifiek zal worden gebruikt ten behoeve van iets groens. Bijvoorbeeld groene investeringen of groene innovatie. En wat we nu bijvoorbeeld zien is dat die markt enorm is gegroeid. Er zijn heel veel groene obligaties die worden uitgegeven. Maar de groene obligatiemarkt heeft nu een grootte van ongeveer 520 miljard euro. Terwijl als we kijken naar de obligatiemarkt in het algemeen, dan gaat dat om 130 trillion. euro. Dus dat is toch nog wel een groot veelvoud. Dus we zien wel dat groene preferenties van investeerders, dat die steeds meer naar voren komen. Dat steeds meer beleggers en investeerders ook rekening houden met de mate waarin een bedrijf op dit moment groen is, of het klimaatrisico waaraan zij blootgesteld zijn om de groene transitie door te komen. Maar als we dat eigenlijk vergelijken met traditionele obligatiemarkten, dan is het nog wel maar een klein deel waar we het over hebben. Ja, juist. Nou, we komen daar nog wel over te spreken. Michel, jij weer denk na over brede waarden, true pricing, dus echte prijzen, brede waarden. Even meer in het algemeen, hoe kijk jij naar groene groei? Het hangt heel erg af van de definitie. En dat maakt ook die discussie wat verwarrend. En als we niet eerst even definiëren wat we precies bedoelen met groen, met groei. Je hebt natuurlijk allerlei interpretaties van groei. En ook in die beweging naar een nieuwe economie zit ook de behoefte om groei anders te definiëren. En dan wordt het heel erg verwarrend in deze discussie. En dan zie je dat mensen elkaar eigenlijk op de definities niet vinden. En dan wordt de discussie zelf nog verwarrender. Maar is dat niet teleurstellend dat het in een definitie vastloopt dan? Nou, het is niet onbegrijpelijk. Ik denk dat we in een transitieperiode zitten waarin er een soort, noem het, het in balans brengen van het financiële noem het even de voorraad van materialen, arbeid, menselijke waardigheidsdefinities vanuit bijvoorbeeld de mensenrechtenconventies, maar ook de natuur, zoals Barbara zo mooi uiteenzet in haar boek, die planetaire grenzen. En dat is niet verwonderlijk dat dan heel veel definities gaan schuiven en dat iedereen een andere interpretatie heeft. Dat is vrij normaal, zoals Jan Rotman zegt, omarm de chaos. Ik denk wel dat het goed is om een systematisch project te hebben van definities. Ik denk dat we collectief leiden op, en dan in deze discussies over hoe kunnen we de economie duurzamer maken, zowel financieel analfabetisme. Ik weet niet wie hier in de zaal een achtergrond in finance heeft of in economie. Misschien kun je je hand opsteken. Wie heeft hier een achtergrond? Want ik vond deze discussie zelf, ik ben zelf socioloog. Ik vond hem pittig. Ik heb daar heel erg veel huiswerk
tijd ingestoken om me in te lezen in die financiële wereld. Maar daar gaan, dat is op zichzelf iets waar we hebben allemaal te maken met geld in ons dagelijks leven. Maar we hebben eigenlijk niet de taal om daar goed mee om te gaan. Laat staan om onze politieke voorkeuren daarop te uiten. Laat staan om daar echt bestuurlijk goed mee om te gaan. En ook wat ik mis vanuit de financieel-economische professie is dat daar ook eigenlijk het onderkennen van de normativiteit van het financiële en ook de institutionele kaders die heel mooi uiteengezet werden door Harold, dat het eigenlijk ook maar de Europese Centrale Bank die de rente vaststelt, op basis waarvan precies, met welk gezag precies, dat er geld wordt geprint, zoals werd gezegd, op basis van welke overwegingen gebeurt dat. Dat weten we eigenlijk, dat wordt in ieder geval niet heel transparant gedeeld. En er zit dus eigenlijk een soort, conventie achter. En mensen voelen wel aan dat er een normatieve basis is en dat er ook een politieke basis is, maar dat kan men niet echt goed onderbouwen. Dus al met al, zolang er geen financieel alfabetisme is en ook geen impactalfabetisme, dat is een tweede dimensie, op groen. Er wordt heel veel gevraagd, maar men weet eigenlijk niet wat de implicaties zijn voor het professionele, voor het bedrijfsmatige. Dat maakt het lastig en dan krijg je een soort spaghetti van discussies. Dat snap ik, maar jij hebt het podium nu en jij hebt die taal ontwikkeld. En dat noem je true pricing of true value. Onder meer. Dus is dat dan iets waarin we heel snel de zaal meekrijgen? Snappen we dan wel waar het over gaat? Nou, als je in ieder geval een eenduidige definitie hebt over. En ik denk dat zal ook wel de discussie over groene groei helpen. Als we iets meer, wat Barbara heel goed zegt, voor het natuurlijke kapitaal, de voorraad van natuur, heb je financieel kapitaal nodig. En we kunnen dat financiële kapitaal, wat eigenlijk een voorwaarde is voor menselijk welzijn, niet even overboord gooien. En dat is heel belangrijk, dat we die twee agenda's niet uit het oog verliezen. En dat we dat radicaal bij elkaar brengen. En dat is wat Barbara heel sterk doet met die soort van groene groei uitspraak. En daar kan het natuurlijk piepen en kraken. Maar dat het financieel kapitaal op zichzelf definiëren en operationaliseren, voorraad van geld, waar dat dan precies uit bestaat, de verzorgingsstaat, de pot van pensioenen als gelieerde voorraad van kapitaal, investeringen die gedaan worden vanuit beleggingen of vanuit obligaties, dat soort dingen wat van elkaar scheiden en kijken hoe we dat met elkaar in balans maken, dat zou de discussie goed doen. En wij proberen inderdaad, we hebben met Harvard Business School onder meer een protocol ontwikkeld, het Impact Weighted Accounting Protocol, om boek te houden op al die kapitalen. En dat is eigenlijk voor ons een noodzakelijke voorwaarde om geordend deze transitie te kunnen maken. We hebben maar ik dacht dat je dat ging uitleggen toen ik die vraag stelde. Okay. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je dit uitlegt, dat niet iedereen snapt wat nou die true values dan zijn. Want of true price. Ja. De producten moeten hun echte waarde hebben. En die worden nu heel vaak alleen op financiële waarde. Klopt. En niet op de externe externaliteiten die ze veroorzaken. Ja, kan ik illustreren. Daar heb je een taal voor ontwikkeld? Ja, klopt. We hebben de echte prijsmethode ontwikkeld. Dat is, je hebt eigenlijk op het niveau van een bedrijf, een boekhouding. En daar kan je al die effecten op natuur, op mens, op sociaal, op het intellectuele, op het geproduceerde, kan je systematisch in kaart brengen. En dan blijkt er in één keer een enorm groot, eigenlijk een topje van de ijsberg is maar de boekhouding. En er is een enorm grote voorraad van waarde die je onttrekt en creëert. En als je daar grip op hebt, dat biedt de transparante basis om vervolgens naar transformatie te gaan en het wellicht ook in transacties mee te nemen. Op producten, dat noemen we de echte prijs, daar heb je ook alles wat je koopt heeft een prijs, maar daar zitten nog steeds kosten die niet worden afgerekend, die wel worden betaald bij. Zoals de kosten door CO2-uitstoot en klimaatverandering, door watervervuiling, luchtvervuiling, grondvervuiling, maar ook arbeidsuitbuiting of onderbetaling, onderverdiening. Als je dat laat zien, dan kan je systematisch werken naar het verbeteren ervan. En dan kan je het ook verweven in die transacties en die prikkels waar Barbara het over had in het financiële stelsel. Of in het rapport van Mario Draghi, als er een soort van verdere Europeanisering is van de kapitaalmarkt met een groene agenda, dan kan dat ook echt werkelijk gaan helpen. En ik moet je zeggen dat ik het Draghi-rapport, ik vind een draak van een rapport, inhoudelijk natuurlijk goed. Hij legt de vinger op de zere plek, het gaat over ons concurrentievermogen. Maar wat daar heel erg misgaat, en dat is bijna, ik vind het hallucinant en pijnlijk, hij heeft kritiek op
de regelgeving voor verduurzaming. Dat noemt hij regulatory burden. En sterker nog, als je in de annex kijkt, bijvoorbeeld in, dat zet hij op verschillende markten uiteen, de automotive markt of zo, dan wordt er bijvoorbeeld CSRD, de duurzaamheidsrapportageregels, wordt echt een soort van beschreven als een probleem. Terwijl dat juist hetgene is wat ons uit die soort van financieel kapitaal maximaliseringskoers, dat monopoliespel in de wereld, waar China en Amerika ons altijd gaan blijven winnen. Amerika gaat natuurlijk met hun militaire kracht en hun dollardominantie altijd uitspelen op het financiële. China gaat ons met hun gigantische markt en eigenlijk weinig in de praktijk, wel op papier wel, maar in de praktijk met een miljoen Oeigoeren, gaan ons altijd uitspelen op arbeidsproductiekracht. Wij moeten in Europa een meer brede welvaarts- en welzijnstaal hebben als uitgangspunt van onze economie. Als wij hier niet de echte prijs of echte winst als, noem het, doel van productie- en consumptie-economie omarmen, dan zijn we uitgespeeld. En dat zit niet in het rapport van Draghi en dat is een gemiste kans. Ja, dank. Nog een breder antwoord dan ik had gehoopt. Maar ik zag, Harold, jij wilde eigenlijk al reageren. Ja, heel interessant. Wat ik probeerde te zeggen ook over die rol van de financiële markten. Kijk, je ziet, ik gaf het voorbeeld van de banken. Je hebt gewoon internationale beleggers die gewoon de aandelen van de bank kopen en daar gewoon kortlopend in zitten met een horizon van 2-3 jaar. Dus die willen dat die inkoop van eigen aandelen om het rendement te verhogen, dividenden. Dus dan krijg je dus perverse prikkels. Dat zie je natuurlijk ook bij greenwashing. Want als je gewoon, de mens is natuurlijk zwak. Hè? Dus als je dus bepaalde beleggingen kunt aanzeggen, dit zijn groene beleggingen. Je kan er een label op plakken, want dat is een conforme richtlijn en noem maar op. En daardoor willen meer mensen dat beleggingsproduct kopen, verdien je meer geld. Dus er zitten allerlei incentive-problemen met die greenwashing. Het andere punt, wat je nou net over Draghi, daar zit zeker wat in. Maar ja, weet je wat het gewoon is? Kijk, ook als je nou kijkt naar de Duitse, naar Volkswagen en de Duitse automobielindustrie. Kijk, het punt is dat je nu zegt, ja, want China zal toch het overwicht hebben. Nou, dan gaan we die maar flink een kopje kleiner maken. Maar dan kom je ook bij een kick uit in termen als dan kunnen we geen eigen industrie opbouwen met duurzame elektrische auto's. Maar dan kom je ook op het punt, denk ik, wat ik ook wel eens ben met jou, Barbara, van dan kom je eigenlijk op een soort shrinking, een degrowth agenda. En ik denk als dat bij de kiezers duidelijk wordt, je zegt ja, we gaan ook als deel van de brede welvaart, ja, die moeten nou eenmaal offers worden gebracht en we hebben China, Amerika. En je krijgt daardoor dus een daling van het nationaal inkomen, van het bruto binnenlands product. Dan denk ik dat het is vraag om nog veel groter politiek populisme. En dat zou dan betekenen dat die agenda helemaal überhaupt niet kan worden uitgerold. Maar dat is precies het punt, hè? Ja. Dat die automotive industrie. Er gaan in Duitsland 30.000 banen van Volkswagen naar de Filistijnen. Ze zijn niet alleen financieel en het inzetten op alternatieve electric vehicles achter, maar zijn ook qua productiviteit gewoon achter. Hè? Het is gewoon een race die gaan ze niet kunnen winnen. Een van de redenen is dat daar de sociale arbeidsvoorwaarden best wel goed zijn. Een gemiddelde arbeider in Duitsland die heeft zo'n 60.000 euro aan inkomsten. En dat is gewoon best wel een goed, en die hebben ook een goed sociaal plan. Dat kan het niet winnen in productiviteit ten opzichte van de Chinese concurrentie. Want die arbeidsomstandigheden zijn veel lager. Er is ook heel erg veel geïnvesteerd in robotisering. Dat is gewoon een race die, als je, en Draghi zegt niet van krimpen, die zegt inderdaad, we moeten weer vol die economische groeiladder in. En we moeten iets minder die CO2-regels. Er zit echt een tranendal over, een soort van krokodillentranen over al die CO2-regels van de automotive-industrie. Kijk maar in de bijlagen van dat rapport. Ja, dat is natuurlijk, dan verlies je eigenlijk uit het oog. En er moet een soort, wat is eigenlijk, is het haalbaar om enerzijds onze welzijn en welvaart en duurzaamheid te behouden in een handelseconomie zoals die nu is? Als dat zo is, dan moeten we denk ik heel veel van onze arbeidsrechten overhoop gooien en ook heel veel van onze natuur opofferen. Ik denk dat er gewoon een ander handelsbeleid moet komen waarin we, en dat is ook wel de goede agenda, radicaal inzetten op circulaire economie. We hebben al 20 jaar hebben het over circulariteit, maar nog geen
appel in de supermarkt is werkelijk circulair. Dus laten we gewoon daar serieus werk van maken. Onze eigen economie bouwen. We hebben een groot genoeg interne markt. En ja, gewoon iets minder afhankelijk zijn in die internationale handelsketens. Zo'n antwoord, en dit is een illustratie van een optie van hoe je handel en ook een nieuwe economie kan definiëren. Maar dit soort scenario's zou je willen van mensen zoals Mario Draghi om ja, ons een soort van echt groene groei pad te laten inzetten. Ik ben wat veel aan het woord, maar ik heb het echt over de taak. Je maakt ook veel punten, maar daardoor is het af en toe een beetje lastig te identificeren wat je precies wil zeggen. Maar heb je nou die echte prijzen nodig voor groene groei, Barbara? Die zijn onontbeerlijk. Ik ga even terugkomen op een paar dingen die zijn gezegd. Ja, er is geen duidelijke definitie van groene groei. Die heb ik net gegeven. BBP-groei binnen planetaire grenzen. Waarbij we BBP zoveel mogelijk volledig gaan maken door daadwerkelijk de werkelijke prijzen te rekenen. Dus niet alleen op papier inzichtelijk te maken, maar ook daadwerkelijk te gaan rekenen. Dat zal betekenen dat sommige dingen veel duurder worden. Bijvoorbeeld voedsel. Tenminste, zeker het bewerkte voedsel. He, en het voedsel waarvoor heel veel land bijvoorbeeld is gebruikt. Die kilo vlees, waarvoor vooral rundvlees overigens. Waarvoor ongelooflijk veel land opgegeven is. Nou, dan krijg je dus andere prijsverhoudingen. En andere dingen worden relatief goedkoper. Dus het leidt gewoon tot substitutie, niet per se tot minder. Niet per se tot krimp. Er is dus een definitie. Er is wel werk aan de winkel, omdat BBP dus nogmaals te ver volmaken. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Tweede, daar zitten allemaal waarden achter. Wat zit daarachter? Nou, in de economie zit inderdaad, de economie is geen objectieve waarde. Is niet een wetenschap waarin er helemaal geen waarde is. Er is één waarde in de economie. En dat is dat meer welvaart, brede welvaart, welzijn, geluk, levenstevredenheid, beter is dan minder. Dat is de enige waarde die in de economische wetenschap stuurt. Dat is al zo sinds de hele vroege economen, zoals John Stuart Mill, Adam Smith, daarmee bezig waren. En in feite zijn economen dus in bepaald opzicht wereldverbeteraars. We zijn het alleen een beetje uit oog verloren, omdat we ons puur en alleen op financiële welvaart zijn gaan richten. Maar dit is dus, als je de wetenschap neemt, is wat daarachter zit. En ik denk dat het goed is soms om het ook, we zitten hier toch op een universiteit, om ook de geschiedenis van het economisch denken is goed tot ons te nemen. Nou, dan een derde observatie die ik naar aanleiding van wat er gezegd werd maak, is we leven wel in het hier en nu. En het hier en nu is dat wij in een democratie leven. Dus dat betekent dat de meerderheid uiteindelijk besluit wat er gebeurt. Dus je zult met die meerderheid in gesprek moeten gaan. En als je tegen de meerderheid gaat zeggen, wij gaan alleen in Europa, hè, een beetje wat jij net zei, dat kan niet. Wij zijn voor heel veel dingen afhankelijk van zaken buiten Europa. Lang niet alle grondstoffen komen uit Europa. En die hebben wel nodig voor hele belangrijke dingen. Van medicijnen tot onze energievoorziening. Daar hebben we dingen van buiten Europa voor nodig. Dus wij zullen ons moeten verhouden tot buiten Europa. En wij kunnen ook als krimpend continent, niet alleen demografisch, maar ook qua economisch belang, niet onze wil opleggen. We kunnen wel een prachtig perspectief laten zien. Wij kunnen laten zien hoe kun je dingen combineren. Sociaal kapitaal, financieel kapitaal, menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal. We kunnen dat als lonkend perspectief doen, maar we kunnen onze wil niet opleggen. En we kunnen ook onze wil niet opleggen aan het electoraat. Ik zei al, we zijn een democratie. En op dit moment in de tijd is het zo dat mensen, ik zeg het even in krantenkoppentaal, dat praat makkelijker, is minder genuanceerd, maar is wel duidelijk, houden meer van traditie dan van transitie. Zijn vrij behoudzuchtig. Maar dat kun je omzetten in een perspectief dat wel heel goed naar groene groei, naar vergroening gaat. Want als je zegt, wilt u graag behouden wat wij nu hebben? Een prachtige publieke sector met nog steeds goed onderwijs, toegankelijke zorg, toegankelijke rechtspraak, enzovoort. Als je dat wil behouden, en daar zegt men ja op, dan zullen we bepaalde dingen moeten aanpassen. Maar dan leg je de nadruk op het behoud in plaats van op de aanpassing. Ik denk dat wij nu wat
als groene groeiers, als vergroeners, onze relatie met dat electoraat zijn kwijtgeraakt, omdat we zo de nadruk op de transitie, op de verandering hebben gelegd, in plaats van op waarom we dat doen, namelijk om ook te behouden die welvaart, de optelsom van natuurlijk, menselijk, sociaal en financieel kapitaal, wat ons verbindt. En daar wij dus zelf ook, ik laat bij mezelf houden, huiswerk te doen, omdat daar een beter verhaal te vertellen is. En dat betere verhaal zullen we ook moeten vertellen richting bijvoorbeeld meneer Draghi op sommige punten heeft hij een uitstekend verhaal voor ons, maar ook naar onze partners in de wereld. Ja. Ik ga jullie zo betrekken, ik zie wat vingers, maar in reactie op het electoraat en de verkiezingen die zijn geweest en in reactie op het samenstellen van de commissie in Europa, kiest men voor een minister van Groene Groei en Klimaat en een minister van Economische Zaken. Twee ministers. In Europa zijn er twee commissarissen. Eentje voor industriepolitiek en Hoekstra die de post heeft gekregen voor klimaat en groene groei. Is dat dan zeg maar de politieke oplossing die dan wel past in dit complexe debat, om het dan maar te verdelen? Is dat wel integraal genoeg? Ik vroeg me gewoon af. En we hebben ook een minister voor sociale zaken, hè? Want waarom ik dat net zeg, van dat het, ja, laten we behouden wat we hebben, vergeet het sociaal kapitaal niet. Ja, ik denk wel eens dat wij, de realisatie is, dat je kunt pas vergroenen als je ook aandacht besteedt aan verdelen. Omdat er anders geen draagvlak is voor vergroenen, omdat men dan alleen maar ziet, wat kost dat mij? Hoe zou je het even dan politiek oplossen? Nou nee, omdat ik denk dat, dus je hebt ook een minister voor sociale zaken, die zou dan dus ook samen moeten gaan. Dat kan niet, je wil dingen ook verdelen. Dus denk ik dat het heel goed is dat er rapporten zijn zoals die van Draghi of een regeerprogramma zoals die dingen verbinden, die aangeven, dit is waar wij naar gaan streven. En dat bindt het hele kabinet, dat bindt de hele commissie. Is dat nu groen genoeg? Nee. Maar ja, oké. Okay. Dat is iets anders. Jasmin, even jouw reflectie. Ja, echt zo bij u hoor. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind dat Barbara een heel goed punt naar voren brengt. Ik denk dat wat we nu eigenlijk zien is dat de groene transitie inderdaad vertraging oploopt. Om het feit dat binnen de samenleving er onvoldoende steun is voor het bestrijden van klimaatverandering. En er is daar ook academisch onderzoek naar dat laat zien dat bijvoorbeeld een CO2-belasting juist degene aan de onderkant van de inkomensverdeling het hardst in hun portemonnee raakt. Waarom? Omdat hetgeen wat zij consumeren voor een groter deel bestaat uit wat CO2-intensief is ten opzichte van mensen aan de bovenkant van de verdeling. Dus als gevolg daarvan zie je dat zij eigenlijk minder steun bieden aan voorstellen om te vergroeien, terwijl zij wel heel erg belangrijk zijn om nou juist al die klimaatplannen van de grond te krijgen. En zoals Barbara aangaf, dat is ook niet alleen iets wat we in ons eigen land zelf moeten doen, maar waarbij we ook rekening moeten houden met de rest van de wereld. En dat is inherent aan klimaatverandering. Dit is een wereldwijde externaliteit. Het maakt niet uit of we in Nederland CO2 uitstoten of dat elders gebeurt, bijvoorbeeld in Bangladesh. Of het nou hier gebeurt of ergens anders, het zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Dus dit is iets waar we gezamenlijk, internationaal, plannen voor moeten maken om ervoor te zorgen dat we hier effectief beleid kunnen voeren en ook inderdaad de groene transitie in kunnen zetten. Want dat kunnen we niet als Nederland alleen. En Nederland is daarnaast ook ontzettend afhankelijk van relaties met het buitenland. Maar klimaatverandering, en daar moeten we ook rekening mee houden, kan ook gevolgen hebben voor hoe bijvoorbeeld de aanlevering van goederen gebeurt. Droogt het Suezkanaal misschien op? Moeten we andere handelsroutes gaan vinden? Dat zijn allemaal vragen die ook spelen op de achtergrond. En er zijn heel veel interconnecties die we daarmee kunnen maken met waar klimaatverandering allemaal gevolgen op kan hebben. En ik denk dat wat mijn indruk is dat inderdaad in de bubbel waar wij leven, dat daar misschien wel aandacht voor is, maar nog niet breed genoeg onder het electoraat. Zo zien we bijvoorbeeld ook dat klimaatverandering juist degene die zich het minst kunnen aanpassen aan klimaatverandering het hardst raakt. Dat gaat niet alleen over landen waar klimaatverandering het meeste impact gaat hebben, maar denk ook aan het verduurzamen van de eigen woning. Energieprijzen zijn recent enorm gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En we zien in Nederland dat investeringen in verduurzaming van huizen om energieconsumptie te verminderen nog steeds eigenlijk
te weinig wordt gedaan door mensen aan de onderkant van de verdeling en juist door mensen aan de bovenkant van de verdeling wordt getrokken. En we moeten dat op een of andere manier wel recht kunnen trekken. En herverdeling is daar heel erg belangrijk bij. En dat moet ook een speerpunt zijn in klimaatbeleid. Nou zijn er een paar dingen die elke keer terugspelen. Nederland is niet geïsoleerd te beschouwen. Zit in die internationale geopolitieke context. Op de Nederlandse markt zijn producten van elders die aan minder van de fijne regels voldoen dan misschien wel bedrijven hier produceren. En dan zijn ze ook nog eens goedkoper. Dus hoe kan je daar dan tegen concurreren? China subsidieert productie van zonnepanelen. Wij stimuleren consumptie van zonnepanelen. Nogal wie dus dat er heel veel Chinese zonnepanelen worden gekocht door Nederlanders, hè, de laagste prijs. Dan gaan al die Duitse zonnepanelen failliet en zo. Dus het is een heel erg complex geopolitiek. Komt er ook nog eens bij. Harold, hoe gaan we dat dan oplossen? Je hebt een eigen microfoon. Het is dus... toevallig hadden we gisteren een bijeenkomst van de Monetaire Kring. Dat is een groep van financiële deskundigen, dus wetenschappers, beleidsmakers, mensen van ministeries, banken. Nou, Barbara en ik waren er gisteren ook. En het was wel heel interessant. Aan het eind van het liep ik met de gastheer naar beneden. Nou, en die zei, ja, het zijn ongelooflijke tijden. Eigenlijk ook, ik zei, ja, het is toch wel een beetje sombere stemming. Van al die uitdagingen die op ons afkomen, maar wel fascinerend. In de zin, het is natuurlijk ongelooflijk complex wat er gebeurt, maar het heeft dus, geeft ook wel een soort somber gevoel, een soort, dat is heel duidelijk het geval. En we zullen op een aantal dingen in actie moeten komen. Even kijken, je had het over de robots in China, maar dat kunnen wij ook. Hè? Dus als wij te weinig in robotisering hebben geïnvesteerd, dan moeten we dat gewoon doen. Als er sprake is vanuit China van social dumping, maar dat woord staat volgens mij niet in het Draghi-rapport, niet het woord dumping. Maar als het bijvoorbeeld is dat in China producten worden gemaakt omdat zonnepanelen worden gesubsidieerd, omdat ze kleding maken en verven en dan de verf gewoon in het riool dumpen en bij ons moet het allemaal worden gezuiverd. Als er sociale dumping is op arbeidsomstandigheden, zijn er ook plannen om dan, wat Amerika en de Verenigde Staten gaan doen, om dan bijvoorbeeld importheffingen te gaan instellen, om die import van dat soort producten duurder te maken, / onmogelijk te maken. Dus ik denk, als het een land... Dus het is niet acceptabel dat dadelijk gewoon Europa, dat de auto-industrie wordt weggevaagd, dat jouw voorbeeld de zonnepanelenindustrie wordt weggevaagd. Dan moet je toch wel erg... jezelf willen verminken. En daar zal natuurlijk gewoon wat Amerika ook doet, als China dat blijft doen, zal er ook een tegenreactie moeten komen. De woordvoerder van de Monetaire Kring bent en nu loopt dat pand uit, ja, en er komt meteen een FD-journalist. Ja. Wat hebben jullie wijze mensen besloten? Wat moet er anders? We hebben niks besloten. Wij wisselen toch standpunten of ideeën uit. Barbara was er ook. We hebben niks besloten, maar wat ik zou willen zeggen is hoe we dit bijvoorbeeld hebben gedaan met beprijzing van koolstof. Hè. We hebben in Europa het ETS. Dat hebben we uitgebreid. Dat hebben we ontdaan van allerlei rariteiten die erin zaten, zoals het gratis weggeven van rechten. En dat wordt een steeds volwassener, beter werkend beprijzingssysteem. Om ervoor te zorgen dat wij dit mooie systeem, dat goed werkt, dat ons uiteindelijk een heel eind op weg naar Parijs helpt, om dat ook te behouden, hebben we aan onze buitengrenzen een nieuw mechanisme ingesteld. En wat dat in feite doet, is dat als staal uit bijvoorbeeld India komt, dat met een bepaalde koolstofvoetafdruk is gemaakt, dan wordt dat belast alsof het in Europa gemaakt zou worden tegen dezelfde voorwaarden. Dus heb je dat gelijke speelveld. Ik kan mij voorstellen dat als gevolg van de ketenzorgplicht die er nu gaat komen, de CSDDD, sorry, dat is de afkorting daarvan, laat het maar. Dat is een ketenzorgplicht voor bijvoorbeeld, dit is nu een fictief voorbeeld, maar stel er is een hele grote autoverkoper in Duitsland. Die valt onder deze ketenzorgplicht op een goed moment. En die moet dus inzichtelijk maken waar de auto's die in zijn schitterende showroom staan, of een auto-importeur voor mijn part, waar die vandaan komen. En met wat voor ecologische schade of gebrek aan arbeidsvoorwaarden of dat gemaakt is. En daar zal diegene dus ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Nou, dit soort dingen is denk ik ongelooflijk belangrijk
als virtuele muur, niet zozeer als tariefmuur, maar als virtuele muur die wel goed kan helpen om dat waar wij voor staan, dat waar wij waarde aan hechten, te beschermen. Dit is allemaal nog niet in werking. Hè? Het gaat er hopelijk wel snel komen. Maar dat biedt wel hoop. Want om nou zo negatief te daar kan ik allemaal niet mee omgaan. Ik blijf een hoopvol mens. Ik wil even wat vragen uit de zaal gaan doen. Oh, ja. Hou jij die maar even vast. Ik kan me voorstellen dat u zit te wippen op uw stoel. Hier, steek gewoon uw hand op. Maar hier vooraan, ik hou hem wel even vast. Oh. Ja, ik zou willen voorstellen om ook te sturen op consumentengedrag. Dat is weinig aan de orde geweest, maar de consumenten die geven heel veel geld uit aan prullen, die heel veel vervuiling geven, aan voedsel wat verspild wordt. Dus daar kunnen we heel veel aan doen. Ze moeten dan bereid zijn wat geld meer belasting te betalen, maar die belastinggelden worden dan gestopt in betere infrastructuur en betere publieke voorzieningen. Daar moeten we ook op sturen. Maar dat is wel aan de orde geweest, alleen misschien niet zo expliciet als u het nu zegt. Maar stel dat als wij water gaan beprijzen, hè? Als wij water echt gaan beprijzen voor wat het kost aan zuiveringskosten en dergelijke. En aan watergebruik om schaarste ook beter weer te geven. Dan zal een heel deel van de mode-industrie ineens niet weer al die weggooi-t-shirts. Hetzelfde geldt voor het gebruik van allerlei plastics. Dus als je maar prijs daarop gaat zetten. Dat was eigenlijk de oproep die we misschien niet expliciet of concreet genoeg hebben gemaakt. Maar dan zal wat u aangeeft, die hele vervuilende producten met een korte, snel weggooien, prularia noemt u het, die zullen dan vanzelf duurder worden ten faveure van andere dingen die goedkoper worden, relatief goedkoper worden. Nou, en dat is de substitutie, de aanpassing waar we het hier over hebben. Aan bedrijven stellen, maar ook aan de consument stellen. Ja, maar stel dat je een hogere waterprijs hebt, dan gaan bedrijven die t-shirts maken, die moeten daar hogere prijzen voor rekenen. Dus zal je zien dat er minder van die t-shirts worden gekocht. Zo werkt het meestal. Dus je kunt moeilijk tegen. Wij leven in een democratie, dus je kan niet zeggen, u mag niet meer t-shirts kopen. Zo werkt het niet. Je kan beter het prijsmechanisme inzetten om het voor elkaar te krijgen. Het leren, zeg maar het veranderende gedrag van de consument, zag je natuurlijk wel toen de energieprijzen heel hoog werden. En als je dan de pech had dat je een flexibel contract had, dan had je meteen die hoge prijs. Maar wat de overheid dan meteen als eerste doet, is dan compenseren. Dan zouden we dat ook wel rigoureus, ook vanuit de overheid, anders wensen als je dat zo wil nastreven, toch? Ik loop nog even de zaal in. Maar het leidde er ook toe dat mensen direct minder gas gingen verbruiken. Ja. Dus dat, in dat opzicht werkte het direct. Ja. Ja. Oh, ja, dank je. Ik had een vraag. Er is over groene groei, er is heel veel aandacht aan, zeg maar, industriële instanties, Europa, de banken. Kunnen we de banken wel echt vertrouwen om, zeg maar, daar ook echt op in te zetten? Kennelijk niet, want ze verdelen dividend nu uit op korte termijn. Wat ik eigenlijk hoorde van Jasmin, is dat er eigenlijk een heel grote draagkracht is onder de samenleving voor groen. En het ontbrekende element in wat ik vandaag gehoord heb, zijn het bedrijfsleven. Ik denk, het bedrijfsleven heeft een enorme mogelijkheid en staat nog veel dichter bij de consumenten om groene groei te creëren. En we weten van de cijfers dat als een bedrijf in groene groei investeert, dat ze meer rendabeler zijn, profitabeler zijn en een langere levensverwachting hebben als bedrijf. Wat kan een bedrijf, en ik denk ook aan jou Michel, ik denk een bedrijf met jouw waardes van sociaal en natuur, als daar meer gaat leven in bedrijfsleven, dat een heel groot impact kan hebben. Vraag is ook helder. Ja? Jasmin, werd aan jou gesteld, maar Michel ook, maar eerst Jasmin. Ja. Ik denk dat het bedrijfsleven ook in vergaande mate gestimuleerd kan worden om in te zetten op groene innovatie. Door prikkels die gegeven kunnen worden door kapitaalmarkten. In onderzoek wat ik heb gedaan in samenwerking met de Nederlandse Bank laten we eigenlijk zien dat bedrijven die op dit moment CO2-intensief zijn, een hogere rente betalen op hun obligaties die ze uitgeven. Maar tegelijkertijd zien we dat risicopremie, dat fors lager is voor bedrijven die op dit moment weliswaar emissie-intensief zijn, maar die wel investeren in vergroening. Dus die in een,
ja, in een bovengemiddelde mate groene patenten of investeren in groene innovatie en die technologieën ook patenteren. Wat daarbij heel erg belangrijk is, en dat is een interessante dimensie die we hebben in onze data, is dat we ook kunnen zien welke investeerders dit nou zijn die dit beprijzen, is dat dit met in vergaande mate Europese investeerders zijn. Dus we zien hier een regionale dimensie, wat ook logisch is, gezien in Europa meer aandacht is voor de groene transitie dan bijvoorbeeld in Amerika. Maar van alle investeerders of Europese investeerders zijn het met name institutionele investeerders en meer specifiek beleggingsfondsen. Dus niet de verzekeraars, niet de pensioenfondsen, maar juist, en dat sluit ook weer aan bij wat Harald eerder zei, investeerders die risicodragend kapitaal kunnen verstrekken. Innovatie is natuurlijk risicovol. Een bedrijf dat bruin is of CO2-intensief is, is ook risicovol. Maar we kunnen de groene transitie niet doorkomen door de bruine bedrijven maar te laten zoals ze nu zijn en alleen maar in te zetten op groene bedrijven. We moeten ook inzetten op de vergroening van die, bedrijven die nu juist heel erg bruin zijn. En we zien dat dit wel in zekere mate gebeurt in financiële markten, op aandelenmarkten en ook op obligatiemarkten. Door de banken minder. Maar de mate waarin het beprijsd is, daarbij kan je natuurlijk de vraag stellen van, is dit op dit moment voldoende? Wij vinden een effect van ongeveer 40 basispunten, dat is een 0,5 procentpunt, op basis van hoe bruin een bedrijf is. Sommigen vinden dat veel, sommigen vinden dat weinig. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wat denk ik heel erg belangrijk is, en wat ook ander onderzoek laat zien, is dat juist ook politieke keuzes of eigenlijk beleid dat we voeren ook financiële markten stimuleert. Als wij de Green Deal introduceren in Europa, zien we dat die risicopremie die verder uiteen gaat lopen. Waarom? Omdat investeerders verwachten dat op termijn of op een zeker moment dat risico dat we zien in die groene bedrijven of in de bruine bedrijven, dat ook materieel gaat worden. Het is niet alleen maar zo dat we nu met een schuin oog kijken naar bruine bedrijven. Nee, op een gegeven moment moeten die echt een hogere CO2-prijs gaan betalen. Of lopen die tegen andere regelgeving aan, dat hun winst drukt. En dat is ook heel erg belangrijk in het verhaal. Want financiële markten reageren wat dat betreft ook op wat we beleidsmatig doen. Of wat de politiek doet. Dus daar is wel ook een connectie tussen. Maar wat ik me afvraag is, als een bedrijf een rentekorting krijgt omdat die groener is, of die financiële marge de prikkel is om te vergroenen. Als je het koppelt aan de vraag van consumentengedrag, als consumenten gewoon ander type producten gaan vragen, is dat volgens mij een belangrijkere prikkel dan een rentekorting op een lening. Als de overheid strenger reguleert, dan heb je ook nog eens een middel. Dus je hebt een aantal middelen tegelijkertijd die eigenlijk over de toekomstbestendigheid van zo'n bedrijf gaat. Hè? Dus een bedrijf die wil over 5 jaar nog steeds produceren. En die heeft andere consumenten en een andere overheid. En die heeft ook een bank die een andere rente vraagt als die iets doet. Maar ik vraag me toch wel steeds af of die rentekorting nu de prikkel is in het systeem, of dat er toch iets anders moet. En misschien is dat, Michel, voor jou een vraag. Het een sluit het ander niet uit. Het zal, zoals ook gezegd, het cascadeert uiteindelijk ook in consumentenprijzen, gelukkig. En ik denk de noodzakelijke voorwaarde voor een veelheid van instrumenten, niet alleen door overheid, maar ook door maatschappelijke organisaties, denk aan litigations die heel erg toenemen, maar denk ook aan die duurzame consumenten die hun nek uitsteken, investeerders die intentioneel op impact investors, nu ik geloof iets van 1000 miljard of zo, die daar actief echt op zoek zijn naar die superieure performers, maar ook de consument, de echte kosten. Alleen al transparant maken, dat doet al heel veel. Wij werken, we hebben een supermarkt in Amsterdam waar we al 3 jaar de echte prijs in het schap hebben. Dus dan moet je voorstellen dat je een brood koopt en dan zie je wat de sociale milieukosten zijn of een wortel. Hoeveel kost een brood dan? Dat is dan is wel een biologisch brood, ja. Kwalitatief goed brood, echt heel lekker. De aanzet in Amsterdam, in de pijp, ja. Gaan dat proeven. Ja. En dan betaal je denk ik een 3,50 of zo voor echt zo'n gebakken brood en zeg dat je daar 20 cent meer voor betaalt voor het wat zou ongeveer
nodig zijn om bodem te herstellen. Maar het is een heel brood, hè? Niet een half brood. Het is een heel brood, okay. Ja, ja. En er zijn natuurlijk heel veel brood. Er is een enorme uitgebreid assortiment. Ja. En we hebben inmiddels 50.000 euro opgehaald in twee jaar of zo aan vrijwillige bijdragers. Want die consumenten kunnen ook naar de appie, maar die gaan daar kopen. En dat wordt gebruikt om met de boer vezels in de bodem te verbeteren of water te zuiveren of naar elektrificering te gaan in plaats van een diesel ploegje. In de polder gaan daar eind deze maand met een bus naar de polder. En dat is illustratief. We hebben het bij Albert Heijn gedaan. Daar zag je ook dat eerst 20 en daarna 15%, als je het voorlegt met een verplichte keuze bij de Appie to go, dan zie je dat 15% van de consumenten werkelijk kiezen voor een product uiteindelijk met een echte prijs. Je kan sceptisch zijn en dat is voor een haverkapu of een espresso. En dan betaal je tot 25, 28 cent meer voor koeienmelk en dan 20 cent minder of zo voor havermelk. Dus, en je ziet echt dat er bereidheid is, wat ik zelf heel indrukwekkend vind. 20% als het niet moet. En toch vrijwillig doet men dat. We hebben op 2150 locaties in Duitsland bij de Penny supermarkt 3 weken lang geëxperimenteerd. En daar zie je dat er in zo'n korte tijd meer dan 350.000 euro is opgehaald voor landschapsherstel. Ja, dat is op zichzelf ook heel hoopgevend. Mario Draghi, even terug, want ik wil daar... Er zijn andere vragen uit zaal. Die is geen voorstander van al deze regulering. Komt de volgende vraag. Misschien is hij voor jou, je weet het niet. Nou, ik heb een vraag voor mevrouw Baarsma over de rol van de financiële sector en de wereld van werk en werkgelegenheid. Aan de ene kant zie je dat er veel werkgelegenheid zal verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de fabriek van Audi in Brussel, een van de modernste autofabrieken in Europa, waar elektronische wagens zouden worden geproduceerd, waar werkgelegenheid dreigt te verdwijnen. Aan de andere kant is er een enorme behoefte aan bijscholing, opdat we de groene groei kunnen waarmaken via arbeid ook. Welke rol ziet u voor de financiële sector in deze, dus een private sector? Ja, wil je antwoorden? Ja, dank voor je vraag. Leuk om hier te zien trouwens. Maar we hebben eerder samengewerkt, daarom refereer ik daar even aan. Ik denk dat wat je een heel goed punt aan... Om te kunnen behouden wat we hebben, je moeten aanpassen, geldt ook heel erg voor onszelf, niet alleen als consument, maar ook als werkende. En een werkende kan nooit in zijn eentje, want de een heeft heel veel sociaal kapitaal, heel veel menselijk kapitaal, en de ander minder. Die omscholing, die bijscholing, überhaupt het bewustzijn, wat wordt mijn volgende stap, hoe kan ik dat doen, dat waarmaken. Dus ik denk dat werkgevers daar een hele, hele belangrijke rol hebben en uiteindelijk ook... De overheid, die bijvoorbeeld via individuele leerrekeningen... Ik heb altijd nog wel eens het idee gehad, even een kleine sidestep, maar we hebben nu pensioenoverzichten of salarisstrookjes, laat ik die nemen. Daar kijken mensen veel meer dan naar hun pensioenoverzicht. Stel nou dat iemand ook een individuele leerrekening heeft. Dus je krijgt elke maand, als je salarisoverzicht krijgt, staat daaronder. Op uw leerrekening staat nog, 3000 euro, zeg maar wat, hè, opgespaard over de jaren. Dat krijg je niet per maand, maar is opgespaard over de jaren. Als u het niet gebruikt binnen zoveel maanden, zal het vervallen. Zal dat deel vervallen. Dan krijgen mensen ook hun verliesaversie wordt aangesproken. En dan gaan ze denken, ik wil dat wel gebruiken. Hè, dus alleen al dit soort dingen aanzetten, dus dat mensen 1, een leerrekening hebben, dus met geld. 2, dat er een infrastructuur is, waar kan ik dan... Weten, 1, wat voor baan is er dan wel en welke vaardigheden heb ik nodig? Is dat voor mij geschikt? Een soort persoonlijke APK met advies, zeg maar. Nou, dat zouden vakbonden bijvoorbeeld heel mooi kunnen doen. En dan moeten er onderwijsinstellingen zijn, zoals bijvoorbeeld deze mooie onderwijsinstelling, die dat ook wel aanbiedt. Moeten werkgevers er tijd voor geven? Dus niet alleen middelen, maar ook tijd. En moeten dus nogmaals mensen zelf, werkenden zelf... dit ook wel gaan doen. En dit is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van groene groei. Überhaupt van vergroening. Even loslaten die groei even, maar van vergroening. En daar koppel je ook, wat ik eerder zei, mensen houden niet van transitie, maar wel van traditie. Maar ik denk als je dit onderdeel ervan maakt, dat je eerst dit is het verdelingsaspect. Dat komt voor vergroenen. Dus ik denk dat dat een heel waar punt is. En onderwijs heeft dus een grote rol. En die hadden we nog niet gehoord. We hadden consumenten, we hadden bedrijven. Ja, dus onderwijs aan werkenden in dit geval. Hè? Maar wat heeft die Audi-medewerker er op dit moment aan? Die daar
Ja, die verliest zijn fabriek en die heeft nog niet de aangepaste vaardigheden om een mobiliteit... Dat klopt, dus er zullen verliezers zijn. Ja. Ik denk dat we daar ook wel eerlijk over moeten zijn. Er zullen op dit moment, nu we nog niet al die vergroeningsprikkels, nog niet al die leerprikkels, nog niet al die verdelingsprikkels, nog niet het bewustzijn, nog niet onze virtuele muren. En dan hebben we het traditionele vangnet nodig. En dan hebben we dus ook barmhartigheid nodig. Dus als er een energiecrisis komt, niet een compensatie die ik ook krijg, wat natuurlijk van de gekke is, maar alleen een compensatie gericht op de mensen die dat nodig hebben. En dan hou je het betaalbaar en dan kan het ook wat langer. Ik had hierboven nog nog een vinger van Ton sowieso. Ik dacht van misschien wat studenten die ook nog zich willen mengen, graag zelf zo. Ja, Ton Wilda. Ik had eigenlijk ook twee vragen aan Barbara. Doe ik heel kort, want het zijn er twee, dus een beetje veel natuurlijk. Eén, is het beeld van de financiële sector als het vehikel van de vergroening van de economie niet wat positief, zoals je dat schetst? Want er zijn heel veel mensen die op de A12 staan of stoepen ergens in Amsterdam, die juist vinden dat de sector dit in stand houdt. Is het niet wat genuanceerder? We hebben ook de grote discussie over de subsidies voor fossiele brandstoffen enzovoort. Dus dat was één. Hè? En twee was jouw methode om alles onder het BBP te brengen. Dat lijkt in theorie natuurlijk heel mooi, maar is het BBP ook niet heel erg blind en indifferent? Hè? Als er een bedrijf is wat hier in de bossen omzet bereikt door het verwijderen van drugsafval wat in de bossen is neergelegd, dan is dat ook onderdeel van BBP. En we hebben collega's in Utrecht die zeggen, laten we gewoon een samengestelde composite indicator maken van brede welvaart. Is dat dan niet misschien beter of kan je dat BBP ook wat minder blind maken voor activiteiten die we niet zouden willen meetellen vanuit brede welvaart? Ik heb geen oordeel gegeven over of de financiële sector het potentieel dat zij hebben daadwerkelijk inzetten ten bate van vergroening. Dat heb ik vandaag niet gedaan. Ik heb alleen gezegd, zij hebben één, een gigantisch potentieel omdat ze een kapitaalkracht hebben die noodzakelijk is om om de vergroening te doen. En twee, ze hebben een door de politiek gelegitimeerde positie gekregen. Ik heb gesprekken in de financiële sector gehad en dan wordt wel gezegd, ja, ik ben niet van de klimaatpolitie, dat moet de overheid maar doen. Die heeft een geweldsmonopolie, ik kan dat niet gaan doen. Maar dat hebben ze dus wel. Zij zijn wel de klimaatpolitie. En een bankier, ik hou het maar even bij wat ik het zelf het best ken, heeft dus daadwerkelijk nu het mandaat gekregen om te zeggen, nee, jou kan ik niet financieren, want jij wil en kan niet vergroenen en jou wel. Alleen, dat vinden bankiers heel erg vervelend, omdat hun targets nog altijd zijn ingezet op gewoon lekker meer doen dat je nog op grijze groei. Dus ik heb geen oordeel daarover uitgesproken. Ik heb wel aangegeven dat de potentie heel groot is. En om die potentie wakker te kussen, had ik die vijf voorwaarden. Dus meer kennis, dus in bewustzijn dat je die kennis niet hebt. En investeren in duurzaamheidskennis. De modellen veel meer toekomstgericht maken. In plaats van alleen maar terugkijkend. Data investeren, nou, enzovoort. Wat ik hier wil aangeven, want ik ga echt niet een zuur verhaal houden over de financiële sector. Ik zie dat bijvoorbeeld banken ongelooflijk hard bezig zijn om hun kredietrisicomodel, dat zeg maar het interne beprijzingsmechanisme bij een bank, hè, de rente, hoe wordt die bepaald? Nou, dat zit in die modellen, om die breder te maken, om daar iets groen kapitaal in mee te nemen, om daar een langere horizon in te zetten. Dus ze zijn hard bezig. Ja, maar een bank is ook een soort maatschappij. Daar heb je die koplopers die dat proberen. Je hebt de middenmoot die best in beweging wil komen en je hebt ook de remmers aan de achterkant. Dus en op dit moment hebben ook in de maatschappij remmers best een harde stem. Dus daarom ben ik ook zelf aan het nadenken, hoe kan ik mijn stem beter inzetten om juist die middenmoot wel in beweging te krijgen. Dat is waarom ik het had over, misschien moet ik het meer over behoud en niet over transitie hebben. Dan je vraag over dat BBP. Nou, dat klopt, dat is blind voor dingen die voor heel veel dingen. Maar desalniettemin ben ik niet voor dashboards met heel veel metertjes. Want dat, nogmaals, dat punt heb ik al gemaakt. Dat wat ze in Utrecht doen, dat doen ze toevallig met Rabo Research samen, weet ik, omdat ik daar ooit bij betrokken was. Daar doen ze iets heel, vind ik, heel leuks.
daar tellen ze al die, ze hebben daar 11 metertjes met daarachter 18 variabelen of zoiets, ik weet niet meer precies. Maar die tellen ze op. Daar, ze, dan weeg je dus, en daar zit wel een beetje waarde achter. Hè? Dus hoeveel weegt het een ten opzichte van het anders? Maar je telt het wel op dat het één ding is. En dan ineens krijgt het weer de kracht van een disciplinerende iets. Dus laten we kijken hoe we de rijkheid van die dashboards kunnen gebruiken om uiteindelijk wel naar één maat te komen en ook niet bang te zijn om daar wel transparant, maar iets van normativiteit achter te leggen. Ja, dankjewel voor je antwoord. Daar was ik blijer mee dan ik misschien dacht. Dankjewel. hier was een vraag. Ja, ik werd even getriggerd en ik heb dat gelukkig een paar keer meer gehoord over het gegeven dat we natuurlijk met z'n allen, zoals we hier zitten, in onze eigen bubbels leven. En dat de problematiek ook heel erg duidelijk van invloed is op de minder kapitaalkrachtigen in onze maatschappij. En dan krijgen we bijvoorbeeld een vraag over prularia enzovoort. En dan denk ik, daar zit een bepaalde groep die daar heel graag ook inkoopt, omdat dat ook voor hun bereikbaar is. Aan de andere kant, als we niet oppassen, gaan we dan toch alweer aan het normeren, omdat we willen voorkomen dat dat te veel gebeurt. Dus ik vroeg mezelf af, hoe is er een plan of een manier om de minder draagkrachtigen, die we heel erg nodig hebben om ook deze brede welvaart op een goede manier weg te zetten, om die mee te krijgen? Hoe gaan we daarmee om? Hele mooie vraag. Is iemand meer geroepen dan een ander om daar antwoord op te geven? Vanuit True Price natuurlijk is dat een pijnlijk vraagstuk, want je wil enerzijds dat de prikkels juist zijn en anderzijds niet dat er juist een kleine groep, relatief kleine groep in Nederland, zeg 2 miljoen mensen of zo, dat die nog verder onder water komen te staan. En dan wil je dus kijken naar budgetneutrale prikkels. Bijvoorbeeld als je vlees duurder maakt, dan zorg je voor alternatieven die goedkoper worden. En dat is een equivalent alternatief en ook bereikbaarder. Een ander, als je het over voedsel hebt, er gaat in Europa naar meer dan 50 miljard per jaar wereldwijd zo'n 600 miljard dollar per jaar aan subsidies, inkomenssteun, hectarensteun. En dat zijn vaak de wat vermogender bedrijven die dan daar ook van profiteren. Dat kan slimmer, zowel met groene criteria, maar het kan ook gebruikt worden voor een soort basisinkomen of een soort nutriënten. Budget, zodat de huishoudens die nu verder onder water zouden komen staan, als je wel afrekent voor die maatschappelijke kosten, dat je daar in tegemoet kan komen. Dus het is een, noem het repurposing, een herbestemming van subsidies als voorbeeld. En er zijn zo nog wel 100. Barbara heeft ook een heel mooi voorbeeld gedeeld op BNR. Dat werd toen best wel uitgelicht over hoe je met een, dat noem je ook, met een klimaat budget kan werken en dat er meer gerekend wordt bij de, mensen met een hele grote footprint die ook vaak rijker zijn. En dat de opbrengst gebruikt wordt om mensen die een lager inkomsten of lager inkomen hebben of minder vermogen hebben om daar in te compenseren. Dank voor het antwoord. Wie studeert er op dit moment aan deze universiteit? Ja, je zit er achterin, hè? Dat dacht ik allemaal. Ik wil echt heel graag van jullie. Je hebt nou bijna 2 uur allerlei dingen gehoord. Kan je er wat mee? En vind je er wat van? En denk je eigenlijk van, als wij het voor het zeggen hebben, dan zou ik het anders doen? Nee. Wil jij? Ik kijk naar jou, maar als iemand anders zegt, dan ik vind me comfortabel om het antwoord te geven, dan mag het ook. Wil jij antwoord geven? Ja. Mag ik een vastpakken? Ja, je mag een vastpakken. Ik wel. ik sluit me er zeker in tot zekere hoogte op aan, wat er gezegd wordt. Ik vind vanuit het perspectief van brede welvaart, waar ik bij de universiteit of bij de gemeente ook best mee bezig ben op dit moment, vind ik wel dat er vanuit heel veel kanten gekeken moet worden. Dus echt ook vanuit niet alleen de productie, de transport, echt alles moet meegenomen worden. Hoe ik het zelf aan zou pakken, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag natuurlijk. Ik zou meer vanuit onderuit gaan kijken van waar is vanuit de mensen behoefte aan en wat zien zij zelf als in wat kunnen we al aanpassen uit onszelf. En daar juist op in gaan werken. Van wat kan daarbij, hoe kunnen we dat financieren, hoe kunnen we dat behelpen eigenlijk. Ja, mooi, want we zeggen eigenlijk dus die enorme transitie, daar moeten alle schakeltjes tegelijkertijd de goede richting op staan. Wil die transitie gaan, dus dat zijn burgers,
bedrijven, overheden, de banken. Dat gaat niet als er een paar niet meedoen. En dan zeg je, daar hebben we nog toch misschien wel weinig over de burgers gehad. En daar zit heel veel energie en daar zitten ook heel veel leermomenten en ervaringen te delen. Vind je dat je op deze universiteit voldoende onderwezen wordt op dat soort dingen? Mag ik vragen? Een eerlijk antwoord. De eerste keer dat ik van brede welvaart heb gehoord, is pas toen ik mijn stage ben gaan lopen. Dat is een half jaar geleden. Dus op het gebied van brede welvaart mag er zeker meer gezegd worden. En meer, mag ik vragen, ben je een econoom? Nee, want voor een econoom is welvaart altijd brede welvaart. Daarom dacht ik, dat zou ik even... Maar als je voor de niet-economen, snap ik je vraag dan, Otto. Oh. We willen denk ik bijna afsluiten, want we hebben hier zo dadelijk naast een borrel. Michelle heeft denk ik muntjes, dat je in ieder geval sowieso één drankje... Of Has heeft het. We kunnen sowieso één drankje drinken, hè? Dat is in ieder geval... Echte muntjes. Wie wil de allerlaatste vraag stellen? En wie denkt, dat is nog niet gebeurd? Ja, ik kijk als eerste, dat ben jij, maar jij toch dan. En dat is een zware last, want hiermee sluiten we wel, denk ik, af. Ik wou eigenlijk heel even terugkomen op helemaal het begin van deze presentatie. En dat was het mensbeeld dat wij hebben en zeker ook de mensen hier hebben. Nog een beetje Freudiaans. Hè? Wij zijn graaiende, hebbende mensen. En is er wel eens onderzoek gedaan of dat zo ook is? Want ik denk, als je inderdaad aansluit bij die student, dat er heel veel kracht in de mensen zit. En dat het vaak het wenkend perspectief is wat gemist wordt. Ja, heel interessant. Ik denk dat jullie allemaal even gewoon in 30 seconden je antwoord moeten geven. Jasmin. Ik denk inderdaad dat er bij veel mensen wel een perspectief is van dat ze goed willen doen. Dus inderdaad ook willen inzetten op vergroening. Maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, is ook de mate waarin het burgers zelf in de portemonnee daar de middelen voor hebben. Wat je eigenlijk ziet, en dat is ook waar ik eerder naar refereerde, bijvoorbeeld met investeringen in energieefficiëntie, is dat je ziet dat het juiste huishoudens aan de onderkant zijn die misschien wel groen willen doen, minder CO2 willen uitstoten door energieconsumptie in hun huis, die toch niet op dit moment financiële middelen hebben of niet weten welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn of groene leningen, om daadwerkelijk die omzet die omslag te maken. Dus ik denk dat het daar niet alleen heel erg belangrijk is wat mensen willen, vanuit hun goede bedoelingen, maar ook dat ze daartoe daadwerkelijk de financiële middelen hebben. Als jij de keuze hebt om nu een investering te maken in de toekomst, of ervoor moet zorgen dat er brood op tafel is, dan is het duidelijk welke keuze je daarin gaat maken, ondanks potentiële goede bedoelingen of groene bedoelingen die je daarin hebt. Ja. Dat was iets langer dan dit. Ah ja, daarom is het niet heel erg. Alleen jij zegt eigenlijk dat mensbeeld, dat is er wel, maar daar zitten toch gewoon beperkingen in, waardoor het gedrag anders is. Ook zit in juist in de aandeelhouderswaarde, wat dus maar een hele beperkte groep is die aandelen heeft. Ja, en daar ging je ook over beleggen. Michel? Ja, de meeste mensen deugen als ze denken dat de meeste mensen deugen. Dat is omdat mensen heel sociaal juist zijn. Ze zijn heel, en dat is ook, je kijkt heel erg naar je referentie. En dat is voor de meeste. En dat laat heel veel gedragseconomisch onderzoek ook zien. Conditional cooperator, zoals dat heet. Dat ze, ja, als ze zien dat er freeriders zijn, ja, dan zijn ze gekke Henkje, gaan ze niet meewerken. Dus het normeren en een prijs is eigenlijk een afgeleide van een norm uiteindelijk. En mensen zijn heel erg evolutionair ook, ja, noem het, dat heeft een enorm evolutionaire druk. Het idee van het kijken wat een ander doet, dat geeft eigenlijk een soort collectieve intelligentie en een grote kans op overleven. Dus super sociaal gevoelig, ook in deze transitie is daarom super belangrijk om nieuwe normen te schrijven, te institutionaliseren en dus ook te beprijzen. En dan gaat het lukken. En dan massa creëren zodat je dat kantelpunt overkomt, zou Jan Rotman zeggen. Ja, wel. Ik heb deze. Oh ja. Sorry. Ik denk een mix van perspectieven. Maar als ik kijk ook naar de laatste verkiezingen, waar het woord bestaanszekerheid zo'n rol speelt, en ook in het nieuwe kabinet, in het regeerprogramma, dan denk ik dat die materiële kant ook wel heel belangrijk blijft. En nou, daar hebben we het ook over gehad in deze discussie. Als je dus het risico als die welvaart te snel, de materiële welvaart, de financiële welvaart, te snel zou gaan krimpen, dat je dan eigenlijk ook die hele transitie
wel heel moeilijk gaat maken. Dus bestaanszekerheid is niet voor niks een woord wat nu zo naar voren komt. Bestaanszekerheid, om dat woord dan maar even te pakken, dat is voor mij vast helemaal bizar, vind ik het, dat we dat hebben ingericht als koopkracht. Want bestaanszekerheid is, kunnen wij nog bestaan? Nou, dus als er iets duurzaamheid in zich heeft, is het eigenlijk dat woord wel, maar oké, dat is woordengedoe. Ik denk dat uiteindelijk zouden we, als je gaat focussen op bijvoorbeeld koopkracht, hè, als je dat heel groot maakt, die koopkrachtplaatjes, dan gaan mensen daar ook voortdurend naar kijken. Hoe zit het met mijn koopkracht? Hoe gaat dat dan? Zit ik bij een procentje of een half procentje meer of minder? Ik heb wel eens gezegd, en dat is ook een beetje een antwoord op de vraag die u stelde, van laten we niet alleen koopkrachtplaatjes maken, maar kanskrachtkompas. En laat de overheid daarop sturen. Want uiteindelijk, wat maakt mensen het meest gelukkig? Wat geeft ze de meest brede welvaart? Dat is het gevoel dat ze grip hebben op hun leven. En de overheid kan daar zo'n belangrijke bijdrage aan leveren vanuit een volle schatkist, dus door de private sector ook mogelijk gemaakt. Maar door goed onderwijs te geven, door die toegang tot die zorg, door woningen beschikbaar, dus toegang tot de woningmarkt te hebben. Allerlei van dat soort dingen. En ik denk dat als je een kanskrachtkompas maakt, waarbij je kijkt dat die groepen die het meest afhankelijk zijn van die overheid, hoe is het nou de afgelopen jaar gegaan met hun toegang tot de woningmarkt, met hun toegang tot een leven lang leren, tot werkzekerheid? Hoe is dat nou gegaan? Als je daarop gaat focussen, maak je dat ook groter. He, dus in plaats van koopkrachtplaatjes, een kanskrachtkompas voor juist die groepen, die zo afhankelijk zijn van die Haagse herverdelingsmachines en dus die toegang tot die publieke diensten. Ik denk dat dat het blikveld verplaatst naar de dingen die belangrijk zijn en uiteindelijk ook tot nog meer vertrouwen van het electoraat in de politieke instituties houdt. En dat is wel echt belangrijk. Maar ik sluit weer positief af, want ik hou wel van iets hoopvols. Ja, maar daar ben ik als je kijkt naar wat uiteindelijk een hele belangrijke determinant van groei, economische groei, is, dan blijkt dat onderling vertrouwen in de maatschappij. Dus je loopt op straat, je komt iemand tegen die je niet kent, ben je geneigd diegene te vertrouwen. En in Nederland is het antwoord nog altijd in 2/3 van de gevallen ja. En dat onderling vertrouwen, die sociale cohesie, is een superbelangrijke onderlegger voor economische groei. En we zitten nog altijd in de top 5 met high trust countries. Laten we dat koesteren. En ik denk dat een kanskrachtkompas, bestaanszekerheid breed ingevuld, dan kunnen we die mooie positie die we hebben behouden. En laten we daarop inzetten. Dankjewel, Jasmin, Michel, Harold en Barbara voor dit mooie gesprek.